We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Aantal van die rellen in bepaalde wijken, ja, zijn aangestoken door de drugsdealers in het hogere echelon. Toen heb ik ook even gebeld met een rechercheur die ik redelijk goed ken. En die zei, ja hoor, 100%. Op Twitter ging een filmpje rond dat iemand die zijn zaak beschermde werd gearresteerd. Ja, het is... Omdat hij de avondklokwet negeerde. Maar wat zou jij doen, Erik? Welkom bij de Gigs. Het is vandaag 29 januari en dat is voor mij persoonlijk een bijzondere dag. Het is namelijk de geboortedatum van mijn lieve vader, die helaas in 2019, oktober 2019, zijn laatste adem blies. Daarom draag ik de podcast van vandaag aan hem op. We gaan een extra lange podcast maken. Kleine tip van Erik en mij. Soms is het lekker om even halverwege eruit te stappen, wijntje in te schenken, kaasblokje aan te snijden en weer over te gaan tot deel 2. We hebben veel te bespreken. De rellen in Nederland. Het haalde het wereldnieuws en waarschijnlijk ook Portugal. Maar Erik en ik vroegen ons af of er wellicht groepen achter deze rellen zaten. En daar hebben wij een antwoord op. En waarom is Nederland toch het slechtste jongetje van de klas op het gebied van vaccinatie? En waarom vinden Erik en ik Jesse Klaver een ongelofelijke pannenkoek? En wat was de bedoeling om Maurice de Hond te framen? Heel veel te bespreken met Erik, dus ik zou zeggen... Molto bon dia, Erik de Vrieger. Riemen vast, ik ga hem nu bellen. Molto bon dia, signor Geirat. Molto bon dia, mi grande amigo. E ora de polica e oi. Oggi sarà una grande transmissão. Sì. En dat bedoel ik mee vandaag... Wat een mooie uitzending. Zo is het. En de deur van de politiek is daar. Ja, hè? Mooi. Ja. Heel apart. Ik heb ook wat minder geslapen. Ja? Ik zat erover na te denken, over al die onderwerpen. En weet je, ja, je weet, als wij 5 uur slapen, we hadden laatst een artikeltje over die ministers die zo hard werkten en soms wel eens 5 uur sliepen. Jeetje. Heb je dat gelezen? Ja, ik hoorde het dus heel erg, ook op de radio, dat ze maar soms 5 uur slaan. En dat was dan een professor. Zielig. Die zei ook dat dat heel ongezond is als je 5 uur slaapt. Ja, zielig. Die meneer slapen maar 5 uur. Oh. Ja. Hoe is het, kerel? Gaat het goed? Ja. Ik zal je vertellen. Ik heb deze week, dat had ik met mezelf afgesproken, ga ik op familiebedrijven bezoek. Dus ik ben allerlei familiebedrijven gaan bezoeken deze week. Relaties van mij. En gisteren was mijn laatste van deze week. Dat was ik in Weidenes. Net voorbij bij de Beemster. Een geweldig, bedrijf die ook heel zwaar heeft door de hele coronacrisis. De nummer 1 op het gebied van verlichting. Wat mensen blij maakt. Dus als je verlichting ziet in de winkelstraten of... op Schiphol of op de Bijenkorf. Dat komt allemaal van hun. Het is ook nog eens een... Vader-zoon? Nee, het is... Hij is onderdeel geworden van een Franse groep. Aventure Blacher. Ja. Daar heeft hij het ook aan verkocht. En hij is nog steeds de manager in het bedrijf. Heel nieuw pand gebouwd met loodsen erbij. Helemaal coronaproof. Ja, en toen ik daar stond, toen zei ik tegen hem... Volgens mij heeft de politiek geen enkel idee wat voor mooie bedrijven we eigenlijk allemaal in Nederland hebben. Mensen die door dag en dauw gaan, die elke dag maar bezig zijn met dat bedrijf. Ze maken zich druk om de Shell en de Unilever en de KLM en noem ze allemaal maar op. Maar dit is waar het om draait, Erik. En jij stuurde me van de week een filmpje over je naaimachinefabriek. Maar ik begreep het niet helemaal, hè? Samen met je broer. En ik wil ook even dat je mij dat gevoel vertelt van het familiebedrijf. Ja, Yves, je hebt een teerpunt te pakken. Je hebt gelijk een teerpunt te pakken. Kijk, mijn vader is in 1950 begonnen. En heeft zijn hele leven gewerkt voor zijn kinderen. Hij vond het fijn om te werken, maar je doet dat voor je kinderen. Toen mijn broer en ik en een stukje mijn zuster dat bedrijf overnamen... En we met z'n allen ook een prachtig museum opgebouwd. Een liefde voor het bedrijf. Er zijn heel veel familiebedrijven in Nederland waar de familie werkt. Dit zijn motoren van de economie. Ja. Fuck die multinationals. Die gebruiken ons alleen maar voor hun producten. Maar een familiebedrijf
heeft een liefde. En ook de liefde voor de kinderen. Ja? Mm-hmm. En toen had mijn broer is 6 jaar ouder dan ik. En die stuurde een filmpje. En dat is even kort uitgelegd. Dat is een apparaat. Dat is 12 meter lang. Dat is gemaakt tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn 8 naaimachines aan 1 tafel. Met een centrale aandrijving. Vaak op stoom ook nog. Zelfs voor de Eerste Wereldoorlog. En er zijn er nog maar 3 van in de wereld. En we hadden er eentje 30 jaar geleden gekocht. En die ging hij opbouwen. Die hadden we verpakt in kratten en met vet, dat het niet roestte. Allemaal smeedijzer. Geweldig ding. 12 meter lang. En hij ging dat opbouwen in de showroom, waar al zijn nieuwe high-tech elektronische producten, naaimachineproducten staan. En hij zet die oude machine van 100 jaar oud, zet hij daar neer en die bouwt hij op met zijn zoon. De liefde. Hmm. De liefde voor het bedrijf. En daarom, Yves, daarom word ik ook zo boos. Ja? Ja, daarom word ik zo boos van die gasten van de PvdA, GroenLinks en de SP. Die als je dood bent en je wil je bedrijf aan je kinderen geven, gewoon je bedrijf waar je je hele leven voor gewerkt hebt, dan moeten ze daar nog een percentage van hebben, omdat je kinderen niet het bedrijf mogen erven. Dat is voor mij een teerpunt. Hmm. Dat loopt die gast van Sander Schimmelpennink ook altijd uit te leggen. Ja, dat de mensen niet rijk geboren mogen zijn. Wat rijk geboren? Ja, ik werk voor mijn kinderen. Ik werk om te overleven, voor mijn kinderen, voor mijn vrienden, voor mijn familie. Ik heb toch wel geld, dus ik wil iets moois achterlaten. En mijn broer, die dat ook deed, en toen zag ik dat, en toen moest ik denken weer aan die politici waar jij het net over had, die geen enkel idee hebben hoeveel pijn het kost om je bedrijf op te bouwen. Dan uiteindelijk aan het einde van je leven wil je het bedrijf aan je kinderen overdoen. En dan willen ze geld hebben als je doodgaat, Yves. Mm. Het is een beetje heftig begin van deze podcast, maar ik ben hier altijd zo pissig over geweest dat je je netto belastinggeld, netto, waar je al belasting over betaald hebt, wat netto is, of je bedrijf, dan komt de belasting en heb je een discussie. Als je vader en je moeder dood zijn, heb je een discussie met de belasting. Ja, hoeveel het bedrijf waard is. Heb je nog eens het geld? Zeg je, ja, het is 10 miljoen waard. Je moet 1,2 miljoen betalen aan ons. Ja. Dat is de grootste schande die we in Nederland hebben. Als het gaat om de overheid die iets niet begrijpt. En trouwens, ze halen de motivatie ook nog eens weg. Bij vader en moeder die voor hun kinderen werken. Denken ze, ja, op een 60ste, wat zal ik? Misschien heeft die man die dat bedrijf in Frankrijk aan die Fransen verkocht heeft ook wel gedacht. De pleuris voor ze. Hmm. Amen. Amen. Heer, heer, heer. Nee, Erik, kijk, de familie. Weet je trouwens, ik had net bij de introductie, het is vandaag 29 januari. Dat is de geboortedag van mijn vader, die in 2019 helaas is overleden. Dus de podcast draag ik op aan mijn vader. En waarvan akte? Waarvan akte, Erik. En mijn vader die had geiradtrips in de Ferdinand Bolstraat. Dat was het kleinste reisbureau van Amsterdam. Ja, met de hoogste. Ja, maar wel het slimste. Ja, de slimste. Ja, hoogste omzet per vierkante meter. Ja, en hij was een. Hij was een aparte figuur, weet je. Hij was een wiskundige met zijn stickertjes. En dan. En ik zou je een verhaal vertellen. Hij had altijd trucken. En toen hadden we nog geen internet. En hij had de meest waanzinnige huwelijksreizen, wereldreizen die hij organiseerde. En dan werd ik gebeld, bijvoorbeeld op zondagavond. Werd er bij ons thuis gebeld om 9:45. Maar mijn vader hield van een drankie. Dus die kwam wel eens wat later thuis. En dan belde een keertje. Amsterdam-Zuid. Ja, Amsterdam-Zuid. Ja, ja, precies. Ja, Maup Karanse die belde. Ja, is meneer Geirat er ook? Ik zei, nee, die is er niet. Die is nog even wat aan het doen. Oh. Maup zelfs, Maup ja, zelfs. Ja, ja. Nou, want wij gaan namelijk morgen een wereldreis maken. In het kader van ons huwelijk met mijn vrouw. En dat is een hele grote reis. Alleen, we hebben geen tickets, we hebben geen schema, we hebben helemaal niks. Zo ging het altijd. En dan zei ik altijd, meneer Karanse, morgen op Schiphol ligt alles voor u klaar. Toen kwam mijn vader weer helemaal, die kwam dan binnen. Ik zeg, ja, pa, ja, ik ben 15. Ja, wat wil je dat ik doe? Komt in orde, Yves, komt in orde. En het was altijd chaos daar. Maar het was zo'n typisch familiebedrijf. Ik heb je ooit verteld dat toen ik 17 was, toen werd hij in de mangel genomen door de banken. Hij is daar nooit meer overheen gekomen. Maar, ja, heb je verteld, ja. Ja, maar ja, mensen hebben geen idee. Ik kan hem nog goed herinneren, hè. Ja. Ik kan hem nog goed herinneren. Want hij stond een keer bij mij in de skybox, daar stond hij alles te observeren. Ja, ja. Wat rookte hij ook alweer? Belinda, hij rookte zo'n raar merk sigaretten. Nee, vroeger deed hij altijd 4 pakjes Gauloises zonder filter per dag.
Ja, dat is toch niet normaal. Eén fles whisky denk ik er ook nog bij. Als het, dat was dan een goede dag. Ja, en toen is hij op een gegeven moment overgegaan op zo'n pijpje, weet je. Dat een beter voor de gezondheid was. Maar het was een schaker. Maar ik heb hem wel sigaretjes. Ik heb hem wel sigaretjes zien ook. Ja, ook. Dat is toch een tijd geleden. Ja. 20, 25 jaar geleden, denk ik. Ja, dat klopt. Nee, toen rookte hij nog gewone sigaretjes. Ja. Ja, maar hij rookte zo raam. Rookte hij Coase? Ik dacht dat hij... Ja, ook Belinda. Ja. Maar vroeger Coase. Ja, die blauwe pakjes, weet je wel. Dat ja, was, ja, dit zijn kankerstokken, man. Jezus. Dat is verschrikkelijk. Maar ja, dat heeft hij toch. Daar heeft hij nooit. Gek genoeg, hij is bijna 80 geworden. En daar is hij niet aan ten onder gegaan. Het was het virus in het verzorgingshuis in 2019. Ja. Vanwege de slechte ventilatie in het verzorgingshuis. Daar hebben we gisteren wat over gehoord. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Daar gaan we het zo over hebben, ja. Over ja. Maurice de Hond. Oké, okay. Dus een ode aan het familiebedrijf, Erik. Het wordt een lange, uitzending, denk ik. Ja. Eerst even voor de luisteraars. Vorige week hebben we de luisteraar meegenomen met de weigering van de advertentie in het FD. Nou, toen hebben we hem op Twitter gegooid. Dat leverde trouwens meer bekijk op dan in de krant. We hebben geloof ik 200.000 mensen hebben de advertentie bekeken. 192.000. Oké, keurig. Ja, op mijn tweet met de advertenties. Dus dat is meer dan het FD, denk ik. Want het FD zegt dat ze 166.000 mensen bereiken. Dus dat is inderdaad meer. Maar we hebben een leuk gesprek gehad met de hoofdredacteur Perry Veenstra. Sportief ook. We hebben een nieuwe uiting gemaakt. Iets minder cijfers, iets meer gedachtegoed. Meningen ook. En ja, we zeggen altijd, hè, onze meningen zijn geen feiten. Maar heel vaak worden onze meningen wel feiten. De kop is, alleen samen krijgen we corona onder controle. En dan zeggen wij de vraag, maar hoe dan? Nou, en deze advertentie komt morgen wel in het FD. En we gaan hem vanavond ook op Twitter gooien. Dus, kan je dat vanavond al doen? Dat mag toch niet? Jawel, hoezo niet? Ja? Ja hoor. Ja goed, ik had het verleden week erover dat ik niet wilde dat we goedkoop gingen scoren. Want eigenlijk was het weigeren van de advertentie een grotere score dan het plaatsen van de advertentie. Ja, ja. En ik heb daar nu een goed gevoel over, Yves. We hebben die advertentie samen gemaakt. Ja. Eerlijk. En laat iedereen maar zeggen wat ze ervan willen. Prima. En ik zal hem vanavond op Twitter zetten. En dan komt hij morgen in het Financieel Dagblad. Leuk. En als meneer Perry het ook leuk vond, dan hebben we ons doel allemaal bereikt. Ja. Toch? Nee, de kern van onze boodschap is dat het tijd wordt voor een ander OMT. En verder rest zeg ik er niks meer over. Ik zou zeggen, lees zelf, oordeel zelf en geef je mening. Erik, de rellen in Nederland. Is daar wat van op de tv geweest in Portugal? Ja, het was groot nieuws. Ja? Dus je hebt ongeveer 3 nieuwszenders hier in Portugal die toch wel s'avonds... Ja, alles gaat natuurlijk over corona. Mm. Even tussendoor, Portugal gaat heel slecht. Eergisteren hadden we 295 doden en 16.000 besmettingen op één dag. Op één dag, hè. Dat is veel. Ja, en omdat we minder IC-bedden hier hebben, hier iets van 40% erop zitten van Nederland. Mm. Ook natuurlijk minder inwoners, maar een van de slechtere in Europa. Gaat het hier slecht? Maar af, hè. Dat weten we. Dus we hebben gezien, en je weet hoe het is in het buitenland, hè, als dat dan komt. Hè, we hadden natuurlijk 7 of 8... de steden waar het gebeurde. En dat ging eventjes heftig, maar dat ging niet te lang door. Dat denken ze hier natuurlijk, als je dat ziet, dat heel Holland in de brand staat. Ja, hè? Klopt. Dus ik zat dat dus te bespreken met mijn vriendin. En ze zei, jeetje Erik, wat zijn jullie voor barbaren, weet je? Wat is dat allemaal? Zondag was op het Museumplein, waren van die overvalwagens. Daar sprongen gewoon 2 gasten op. Ja. Die aan de ruitenwissers begonnen te rukken, weet je? Ja, ja. Ik vond het best moedig die dat deden trouwens. Ja, ja. Volgens mij zaten die ook onder de drugs. Ja. Dus ik zeg, nou lieve schat, moet je even één ding. Kijk, hoeveel relschoppers hebben we in Nederland? En jij denkt dat 10 miljoen mensen aan het knokken zijn. Stel, er zijn in een paar steden 5.000 mensen aan het matten. He, dat heb ik eens even nog op een rekenmachientje gepakt. En ik heb gezegd dat is 0,0003% van de totale bevolking die aan het vechten is. Dus laten we het nou niet overdrijven. Nee. Dus het zijn natuurlijk een beetje halve zolen die dat doen. Protesteren, prima. Goed, dat hebben we allemaal al gehoord, die clichés. Ja, overal in al die talkshows. Maar ik heb nog iets anders gehoord. Kijk, jij en ik hebben een
een leven. We zitten heel veel zaken leven. We kennen heel veel mensen. Politiek, cultureel, journalistiek, in zakenwereld. En onze Rolodex, dat is ons adresboekje in onze telefoon, is daardoor zodanig gekomen dat we eigenlijk meer bronnen hebben dan de gemiddelde journalist. Hmm. En omdat we geen journalisten zijn, krijgen we ook antwoorden van mensen die we vragen. Ik ben heel goed bevriend met een regisseur. Een ex-regisseur, laat ik het zo zeggen. Die zit nog een adviserende rol in een bepaalde stad. Ik ga niet die stad zeggen. Hmm. En die vertelde me een heel interessant verhaal. Die vertelde mij... En dat er zijn, kijk, er zijn natuurlijk rellen geweest waar Marokkanen bij betrokken zijn. Niet-Marokkanen. Ik ga die weg geen eens inslaan. Het is zelfs een soort samenwerking geweest tussen... Even zeg maar, de Hollandse jongens en de Hollandse Marokkanen, die gingen rellen. Maar een gedeelte van de rellen, vooral in Amsterdam en Rotterdam, zijn mede geïnitieerd. Want wij denken allemaal dat het via Telegram is gegaan en via social media. Maar heel veel van die rellen zijn geïnitieerd door de drugsdealers die wat hoger in het echelon zitten. Mm. En dat vond ik een hele interessante theorie. Kijk. Het is natuurlijk wel zo dat kijk, het drugsgebruik in Nederland, als zich in de grote steden, is best groot, het harddrugsgebruik. En mensen die drugs gebruiken, die bellen een dealer. Ja, en een dealer kan nu, s'avonds, zeg maar even s'avonds, ik bedoel, je bent goed fatsoen, geen 10 uur 's ochtends geen drugsdealer bellen, lijkt mij. Hmm. Die bellen s'avonds en die jongens, die zijn natuurlijk ook een hele lange tijd hun brood kwijt. Want als er een drugsdealer 9:15 op een scooter door Amsterdam rijdt, zit hij in de lik. Hmm. Punt. Ja, dus die zijn hun, die spullen liggen er nog en die zijn hun spullen kwijt. Dus de politie, en dat gaan ze natuurlijk niet in die talkshows vertellen, dat snap ik wel. Maar wij doen het in de podcast wel en de journalisten snappen er überhaupt niks van als ze dat uit moeten zoeken. Sommigen dan, laat ik het zo zeggen. Maar om te duiden, is het zo dat een aantal van die rellen in bepaalde wijken, ja, zijn aangestoken door de drugsdealers in het hogere echelon. Vind ik interessant. Ja, nee, ik dacht dat ook, heel eerlijk. Want kijk, hoe werkt dat in de grote steden? Ik heb me er zelf gelukkig nooit aan gelaafd, moet ik je zeggen. Ik heb wel eens een jointje gerookt, dat vind ik wel lekker. Maar ik heb je zelf... nooit een pilletje genomen? Nee, nooit. Erewoord. Ja, dat moet je echt een keer doen. Ja? Dat moet je echt een keer doen. Ja, dan kom je niet. Ja, moet je echt met een beetje muziek en thuis. Is dat heel gezellig. Ja, maar ik weet niet. Moet je echt een keer doen. Ik ben zo'n verslavingsgevoelig type. Ik weet niet. Ecstasy kan je niet verslaafd nee, aan. Heb ook... je er met je... Nee. Heb je met je kinderen over gesproken? Hebben die dat wel eens gedaan? Dan weet ja, nee, ik weet wel dat ik heb altijd tegen hun gezegd... ik vind het prima als je een keer een jointje rookt... maar als je een snuifje doet, dan breek ik je been, heb ik letterlijk gezegd. Daar heb je gelijk in. Maar ja. Daar heb je gelijk in. Nee, maar dat pilletje. Doe ik echt. Maar kijk, hoe het in Amsterdam gaat, is... ja, er wordt gewoon gebeld. Ik heb gevraagd er wel eens aan die mensen. Want ik zit natuurlijk al 20 jaar in een wereld waarin gefeest wordt... en noem het allemaal op. Ja, en dan zie je wel eens dingen om je heen gebeuren... en dan gaan die ogen zo helemaal openstaan. Ja, en dan zie je gewoon van die gassies, die worden dan gewoon gebeld en die komen dan aanrijden. Ja, en dan wordt er weer zo'n zakje of zo afgeleverd. Nou ja, dan weet jij wel hoe het rest van het verhaal loopt. En die hele handel is natuurlijk verdwenen. Ja, dat is natuurlijk verdwenen. De kern. Dus wij zaten, dat is veel geld, hè? Dat is heel veel geld. Heel veel geld. Dus, en die handel vindt plaats. Want ik zat zelf te denken, ja, de avondklok, wat gebeurt er dan allemaal tussen 9 en 4? En dat onderhandelen ook over dat ene uurtje en of je eerder open moet. Maar dat is een hele industrie, Erik. Dat is een hele industrie. Dus wat jij zegt, dat weten ze ook. Hè? Want jij zei dat tegen mij. Toen zei ik tegen jou, weet je het zeker? Weet je het zeker? Toen heb ik ook even gebeld met een rechercheur die ik redelijk goed ken. En die zei, ja hoor, 100%. 100%. Kijk, er liggen natuurlijk vanuit die... Soms pakken ze wel eens een partij en dan krijg je 300 miljoen straatwaarde of zo, weet je. Maar er liggen natuurlijk partijen met drugs ergens verstopt. Ja. En dan zijn dan de tussendistributeurs, hè. Dat zijn niet de einddealers. En die kopen voor een ton, ja, een paar kilo of 2 kilo, weet ik veel hoe dat werkt. En die jongens, die betalen dat niet. Mm. Ja? Die komen het ophalen, ja, en die verdelen dat weer. Die versnijden, die doen, die pakjes. En dat gaat dan weer via die scooterjongens... die dan ook een extra zakcentje verdienen. Zo werkt het. Ja, maar die betalingen, ja, die lopen pas als ze zelf ook het geld gekregen hebben. Hmm. Nou, die hebben dus nu geen geld om... Die zitten ook in een lockdown. En die hebben ook een soort arbeidstijdverkorting, moet je maar rekenen. Ja, dat is hetzelfde. Het is gewoon een bedrijf.
Ja, en maar daar zit dus een vonk. Daar zit een vonk. Daar zit de vonk. Hey, en hoe heb je zelf gekeken? Want het is wel krankzinnig met die winkels slopen. Ik hoorde van iemand. Ik was gisteren in dat Weide Nest. Toen ben ik nog ergens bij een winkelbezoek geweest. En die vertelde dan van een collega van hem in Hengelo. En er zaten dan zo'n jonge, mooie zaak daar geopend. Die zaten gewoon met 3 man in die winkel. Met honkbalknuppels. En, ja. en brandblussers, stonden ze klaar dat als er een paar gasten binnenkomen, ja. zouden ze daar zeg maar op voorbereid zijn. Maar dat is toch waanzin. Maar ook bij die zijn jongens. Zijn ze nog strafbaar ook? Klopt ook nog. Op Twitter ging een filmpje rond dat iemand die zijn zaak beschermde werd gearresteerd. Ja, het is omdat hij de avondklokwet negeerde. Maar wat zou jij doen, ja. Erik? Wat zouden wij, laten we heel eerlijk zijn. Wat zouden wij doen als wij een grote zaak zouden hebben in Amsterdam? En we zien dan dit. Ik zou mijn bed met een paar vrienden in die zaak neerzetten. Dus jongens, we kopen voor 5 bedden, we gaan er neer. Honkbalknuppels, aluminium honkbalknuppels. Geen houten. En dit onder hout maar kun we je gaan je dan toch niet rustig zitten kijken dat ze onze hele winkel slopen? Ik zou gewoon een heleboel mobiliseren. Achter het glas gewoon lekker je bedjes neerzetten met vrienden, pilsie erbij, gezellig. Televisie aan, weet ik veel, een beetje lachen, misschien kaarten. Ja. Dan even de nacht uitzitten. Ja. En als ze dan aan de deur komen, sla je ze helemaal kort. Ja. Even mannen 5, 6. Heerlijk. En hoe voel je dat die voetbalsupporters in Den Bosch, in Maastricht? Hoe voel je dat? Dat vind ik toch een gevaarlijke ontwikkeling. Ja? Ja, vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. Het heeft wel voor rust gezorgd, hè? Ja, dat is al. Dat is misschien waar. Hè? Dat ontken ik niet. Hè? En ik zag ook het commentaar van Emu Roemer. Hè? De uit Alkmaar. Maar ja, de burgemeester Alkmaar. Kijk, weet je, je moet natuurlijk uitkijken. Want ook onder die voetbalsupporters zitten Mongolen. Hmm. Ja, en als je die een vinger geeft en die geeft het gevoel dat ze de stad gaan beschermen. Ja, dan kunnen die ook wel eens makkelijk doorslaan naar eigen rechten spelen. Dan lopen 3 mensen op straat, 1 zegt wat. En dat zijn dan ook opeens mensen die de boel kort en klein slaan. Dus dan kan je ongelukken door krijgen, laat ik zo zeggen. Nee, precies. Jossie had wel goeie, mijn oudste zoon. Die zei van, ja, dat doen ze nu. Maar volgende keer komen ze natuurlijk met een tegenvraag. Ja, zo werkt dat, hè. Dan lossen maar ze het nu. Je? Ja, nee, dus het is gevaarlijk ontwikkeld. Had jij het leger ingezet? Kan wel merken dat het de zoon van zijn vader is. Ja. Volgende keer komen ze met een tegenvraag. Oh no, oh my god. Niet goed opgevoed. Ja, nee, precies. Hé, hey, maar Erik. Leger inzetten. Wacht even, ik doe eventjes een opkikker tomaatje van Maggi. Ik heb hier een heerlijk Maggi. Ja, drinkbouillon. 19 calorie per portie. Lekker. En dan 51 kilojoule energie zit erin. En 0,1 gram vezels. Ik ga even lekker, want we moeten ook even aan onze sponsors denken. Heerlijk. Ik pak even pen en papier. Ik schrijf het op. Ja, hoe heet dat ook alweer? Een opkikker tomaat van Maggi. Een opkikker tomaat van Maggi. En daar doe ik dan een stevige cracker, een volkoren cracker met sesam en lijnzaad van de Albert Heijn. Jeetje, van de Albert Heijn. Wacht even, Yves. Ik ga het even verwerken. Ja. Ik steek even een Marlboro Light op. Ja, oké. Okay. Dat doe ik dan ook. Nou, we hebben in ieder geval weer ons sponsorgeld binnen. Zo. Oké, Yves, de kosten zijn eruit voor vandaag. Ja, nee, precies. Hé, hey, maar eventjes, had jij het leger ingezet? Nee. Dat moet je niet doen. Dat is het laatste redmiddel. Of de Kamar, weet je, de Koninklijke Marechaussee? Ja, het is te makkelijk. Kijk, je weet, de leger inzetten is een stap buiten de democratie. Kijk, daar moet je zo voorzichtig mee zijn. Ik zie al die mensen. Weet je, mensen hebben van die primaire reactie. Ja, stuur het leger erop af. Ja. Schiet ze in door hun knie schijven. Ja, nee. Ik ben altijd gelul beu. Nee, dat je vind ik ook opletten. Niet. Kijk, ik wil niet dat Nederland bekend staat als een land waar het leger door de straten loopt voor de bescherming. Ik heb je net verteld. Het zijn 5000 oproerkraaiers. Imbecielen. 0,0003% van de bevolking. Politie erin. En wat ik ook mooi vind, en dat vind ik toch mooi, dat ze wel in 1 keer heel veel van die gasten daarna hebben opgepakt. En die hebben een douw gekregen, zeg. Sommigen hun auto kwijt. Nee, anderen 3 weken gevangenis. Iemand zei gisteren tegen mij, wij zijn beter in arresteren dan injecteren. De snelheid van het arresteren en beslag leggen. Ik vind het wel indrukwekkend. Ja.
Snelrecht en ook snelrecht. Saskia Belleman die had er verslag van gemaakt. Die jongen, snelrecht, die had ook een paar dingen gedaan. Ja. Ja, en die moeten dus nu echt uit gaan kijken. Want er is een heel groot team van regisseurs in al die steden. Die zijn nu al die beelden aan het bekijken. Ja, en ik zal je vertellen, ik weet niet hoe ze het doen. Maar ze vinden een heleboel van die gasten. En die krijgen echt een douw. Die moeten echt opletten. En dat is natuurlijk wel een signaal. Ja, voor, hè, dit is wel, nou, laat ik zo zeggen, het is het signaal. En ja, we zitten ook altijd te zeiken op Grapperhaus. Maar ja, dat heeft hij gewoon goed geïnitieerd. Ja, en dan hadden we nog, en dan hebben we nog even de vergelijking tussen John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, en Abu Taleb, burgemeester van Rotterdam. Ja. Abu Taleb was fantastisch, hè? Hoe die sprak uit het hart. Op de man af, op de ouders. Ja, hij keek in die camera en zijn ogen stonden op onweer. En hij zegt, hoe voel je je nou? Ja? Hoe voel je je nou? Dat je die plastic zak naast je bed hebt staan als je wakker wordt. Ja. En nu ouders. Ouders, waar was uw zoon toen u thuis zat? Ja. En toen u op televisie zag dat die rellen waren. Waar was u? Ja, ik vond Abu Taleb, dit gif uit zijn ogen. Ik vond dat heel goed hoor. Maar hij is een man van de straat. Het is toch een mooie figuur. Ja, maar hij heeft die feeling en ook over die wijk waar hij het over had. En dan zie je zo'n John Jorritsma zitten. En die had een clash met Peter R. de Vries. Het ging mij om dat ene zinnetje waarin Peter zegt van, heb je wel eens met die mensen gesproken? En waarop dan die Jorritsma zegt, ja, die behoren niet tot mijn vriendenkring. Ja, dan heb je het hele verhaal. Die lul trapte er gewoon in. Hij trapte erin. Ik zit alleen maar in mijn Ivoren Toren. En ik en in een skybox waar BSV. En ik praat met Rutte. Ja. Dus ja, Peter, hou je mond. Ongelooflijk. En nog even melden. Ik heb twee demonstraties verboden. Eentje van Pegida. Mm-hmm. Want het is rechts. Ja. Moest je ook nog even zeggen dat die deugde. Ja, heel apart. Peter R. de Vries met zijn hele felle kop, jongen. Dat was een goede vraag van Peter R. de Vries. Heel goed. Nee, die verdient toch een boel geld met al die praatshows, hè? Ja, hij wordt betaald. €1.750 per keer, hè? Ja, 2.500 ook wel eens. Maar kijk, hij is leuk voor het debat. Ik bedoel, kijk, wat ik vervelend vind aan... Er zijn twee dingen. Kijk, ik vind die rellen waren echt krankzinnig, Erik. Dat was krankzinnig. Ook als je ziet in winkelstraten en al die ondernemers, die hebben het al zo moeilijk. Dan denk ik echt, bij die jongeren, weet je, die moeten ook echt gewoon in die winkels komen werken. Die moeten alles gaan opruimen. Ze moeten het gaan begrijpen. Weet je kan natuurlijk wel met hakbijlen door het land gaan, maar dan gaan ze het nooit leren. Dus ze moeten ook die pijn voelen. En dan zullen ze uiteindelijk betere burgers worden. Weet je, dat geloof heb ik dan wel. Maar wat ik wel jammer vind, hè, kijk, het kritische geluid, waar waren ook gewoon hele normale mensen die gewoon zich zorgen maakten. Ja, en die worden dan weggevaagd door de discussie van geweld. En dat is wat Peter ook bedoelde natuurlijk. Ja. Dat hebben we natuurlijk ook gezien toen op de Dam. Dat ging over racisme en hij werd gekaapt door Femke Halsema, die gewoon haar zaken niet op orde had. Dat is bijna elke keer de kern van het verhaal. Ook dit zagen ze weer niet aankomen. Nou, als je een beetje je verdiept in al die social media kanalen, wist je gewoon dat de vlam in de pan ging schieten. Dat was al lang duidelijk. Ja, dus ze hebben allemaal Telegram genomen. Hè? Telegram, daar wordt veel op gecommuniceerd. Ja, van wie is dat, Telegram? Ik kende dat helemaal niet. Weet ik niet, dat is ook zoiets als Parler en Gap. Weet je wel, dat zijn een beetje de Twitter-aftreksels. Maar dan wat meer open. Ja, laat ik het zo zeggen. Twitter zit natuurlijk in een soort halve censuur, zijn ze terechtgekomen. Ja. Goed, dat moeten ze zelf weten. We sluiten hem af. We hebben dus eigenlijk gezegd dat er toch wel degelijk sprake was van regie vanuit de hoek van de drugsdealers in de grote steden. Omdat hun handel ligt stil. Ja. Ja, het is wat het is. Ja. Oké, Erik. Ja, okay. En we hebben FD een mooie advertentie morgen. En dat is juist. Het kost ook een boel centjes, maar goed, daar hebben we het voor over. Allemaal voor het goede doel. Erik. Allemaal voor het goede doel. Een nieuwe rubriek, de tweet van de week. Nou, jij mag hem voorlezen. Ja, kijk, de tweet van de week is... die is natuurlijk van Jesse Klaver. We hebben de Holocaust Memorial Day. Dat is een jaarlijkse dag die we hebben uitgekozen wereldwijd om de slachtoffers van de Holocaust te herdenken. Een serieuze dag. En wereldwijd, politici, belangrijke mensen, wetenschappers, die refereren dan, zeker op social media even en op televisie, aan de mensen die omgekomen zijn in de concentratiekampen. En dan krijg je het punt, de mensen.
Ja. Want niemand die een beetje verstand heeft, die vergeet het woord Joden te noemen. Ja, de concentratiekampen zijn opgezet om het Joodse volk te vernietigen. Dat was de doelstelling. Voor 100%. En wat doet Jesse Klaver in tegenstelling tot iedereen? Die schrijft: vandaag is Holocaust Memorial Day. We herdenken de meer dan 6 miljoen mensen die zijn omgebracht in de Holocaust. Het ligt in onze handen om blijvend aandacht te besteden aan de verschrikking van de Holocaust en ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Nou, Yves, kijk. Jij kent mijn theorie dat de linkse partijen in hun DNA hebben gekregen een stuk antisemitisme. Waarom? Omdat vanuit de linkse vakbond honderden jaren geleden werd de Jood, die werd altijd afgebeeld met een grote neus en keppeltje en harig in die tekeningen, bij het marxisme, door Lenin, in die tijd, als de mensen die de arbeiders uitbuiten. Dat is geslepen in lui van GroenLinks, Rutger Grootwassink, Femke Halsema, Jesse Klaver. Hij weigert het om het woord Jood te noemen. Nou, deze discussie, Yves, wij gaan niet die antisemitisme discussie voeren. We stellen dat altijd maar uit omdat ik dit ga doen. Dat gaan we een keer goed doen, ook voor de luisteraars. Maar dat is natuurlijk altijd glad ijs. Objectief, subjectief, dat is moeilijk. Maar Jesse Klaver heeft met het weglaten van het woord omgebrachte Joden zijn ware antisemitische aard naar boven gebracht. Dat is niet alleen mijn mening trouwens. Nee. He, dat is een mening, want hij heeft heel veel mensen die over hem heen vielen. Maar voor mij viel het puzzelstukje, het laatste puzzelstukje, precies in de puzzel. Ja. Jesse Klaver heeft een antisemitische tweet gegeven. Ja, nou, het is, ik zou je zeggen, Erik, ik ben best wel rustig van aard. Hè. Er zijn wel grenzen aan mijn rust. Maar in mijn hoofd ging echt, als ik die jongen tegenkom in een steegje, dan kan hij beter heel hard doorlopen. En dat vind ik niet fijn om zo te denken. Maar ik vond dit... Dat vind ik nogal wat dat jij dat zegt. Ja, ja, ja. Maar dat weet je ook, hè, dat ik dat in me heb. Ik vond dit zo'n vuile, vieze, gore, smerige tweet van deze Jesse Klaver. Nou, wat ben jij een grote lafbeek, dacht ik toen. Wat laat je op een onwaarschijnlijke manier kennen. En wat ik nog erger vind, hij heeft de kans gehad om deze onherstelbare fout te corrigeren. Heeft hij niet gedaan. Heeft hij niet gedaan. Wat is er? Wie komt er binnen? Ik zeg even iemand gedacht, man, maak mijn zwembad schoon. Sorry, Ivan, je was belangrijk aan het praten. Excuseer. Ja, nee, maar dat moet ook. Ja? Je moet ook. Ja. Nee, maar het is. Hij maakte. Kijk, hij krijgt nog de kans. Toen al die mensen gingen reageren. Weet je, dan kan je je nog voorstellen dat hij denkt: oh, dat is niet zo slim wat ik gedaan heb. En zo heb ik het niet bedoeld. Hij had het kunnen corrigeren, heeft hij niet gedaan. Daarmee heeft hij al zijn kaart op tafel gelegd. Ja. Het is duidelijk hoe Jesse Klaver in elkaar zit. Dat vermoeden hebben. Achterban. En zijn achterban. Hij mocht waarschijnlijk van zijn achterban ook het woord Joden niet noemen. Nee. Want dat is natuurlijk, dat is natuurlijk die continue haat die maar wordt gezaaid. Ja. En het tegen elkaar uitspelen van mensen die het volgens mij prima met elkaar kunnen vinden. Maar deze volksvertegenwoordigers die altijd maar roepen. Hè, altijd maar roepen dat ze er zijn voor de mensen. En dat zodra er iets gebeurt in de universiteit in Leiden. Ja, er moet een onderzoek komen. Er moet een onderzoek komen. Want ze hebben weer Kliteur. Nou, Erik, mijn broer is hoogleraar. Heel toevallig daar op die universiteit. Daar is helemaal geen sprake van. Die denken, wat gaan ze in godsnaam onderzoeken? Maar dat was die maximale druk. Maar het echte diep gewortelde antisemitisme. Maar niet alleen antisemitisme, Erik. Het is veel omvattender. Ze roepen altijd iets wat ze eigenlijk over zichzelf zeggen. He, we zeggen wel eens links lullen, rechts zakken vullen. Maar het zit veel dieper. Ze voelen zich verheven omdat ze zich eigenlijk voor zichzelf schamen. Ik vind deze tweet zoiets schofterigs van Klaver. Ja, het verbaast me dat wederom de media hier niet op duiken. Omdat dit zo ontzettend goed geanalyseerd moet worden. Wat bedoel je nou eigenlijk? Wat bedoel je nou eigenlijk? En waarom corrigeer je het niet? Waarom leg je niet uit wat je hebt bedoeld? Het is gezwegen. Voor mij is Jesse Klaver echt gewoon lucht vanaf vandaag. Eigenlijk vanaf de dag dat hij die tweet plaatste. Wat een lul is dat. Kijk, ik hoop dat hij luistert. En
We zullen zorgen dat hij hoort hoe wij over deze jongen denken. Wat een zakkele, wat een zak. Ja, maar dat hele GroenLinks, dat hele GroenLinks zit zo in elkaar. Ja, want die Bram van Ooyik, die gaat gewoon op een beurs staan en met een bordje in zijn handen, koop geen sinaasappels uit Israël. Oké, okay, ja. Ja, nee, want zo meteen, we gaan het straks ook even hebben over het vaccinatiebeleid. Oh, wat hebben ze moeite om daar waardering voor te hebben. Hè? Wat ja, moeite. Maar we hebben ook nog iets anders. Ja. En dat is ook wel even leuk om aan de luisteraars uit te leggen. Wij zijn gisteravond aangeslagen op een programma van de KRO-NCRV. Luisteraars, en dat heette Propaganda. En dat zijn twee bekakte meisjes met een hele hollende R, die dat allemaal uitlegden. En twee jongetjes met hipsterbaardjes. Zo van de school van de journalistiek. Prima, dat kan. Hè, want iemand, dat kan. Correspondent, NRC en NPO en Poitiers of zo. Dat is een soort samenwerking. En die hadden besloten om een programma te maken over Maurice de Hond. Waarin ze... alles wat Maurice de Hond in het verleden... Een aantal dingen die Maurice de Hond in het verleden beweerd had... over aerosolen, over de Deventermoord, over de millenniumbak... dat ze eigenlijk zeggen, we gaan eens even kijken... heel objectief en fact-checken... wat Maurice de Hond nou eigenlijk voor figuur is. Ja? Nou, wij sloegen daarop aan. We hebben dat programma bekeken. We hebben allebei dezelfde conclusie... En dat is karaktermoord. Maar gisteravond laat, toen ik mijn laatste tweet gaf... toen is mijn compaan Yves Geirat, en dat moet ik je complimenteren... jij bent aan het werk gegaan. Ja. En jij hebt met de betrokkenen gesproken. Nogmaals, wij hebben dus al die nummers in onze telefoon. Mm. Je hebt contact gezocht met Maurice de Hond na 12. Je hebt contact gezocht met Klaas Hummel. Ja. Vanochtend vertelde je mij... Ja, Won Jip, vanochtend vertelde je mij, Erik, je belde me even op. Je zegt, ik heb met de honden dingen. Ik zeg, Yves, weet je wat we gaan doen? Ik ben zo nieuwsgierig wat er gebeurd is, maar ik wil het nog niet weten, want ik wil het horen in de uitzending. Nou, dit is even mijn inleiding. En bij deze geef ik graag de microfoon aan jou. Ja, heel goed. En even nog even als aanvulling op jouw inleiding. Even mijn Douwe Egberts koffie opdrinken. Maar we hebben genoeg verdiend. Vandaag. Ja, maar ik heb wat extra nodig, want ik ga wat investeringen doen volgende. Oké, maar dan doe ik nog een heerlijk Nespresso kopje koffie met een klein... Kijk, dat is de concurrent. Kut Rabobank. Ze hebben nog steeds niet dat afkoopbedrag. De Rabobank moet ons gaan betalen dat wij ze niet noemen. Maar goed, dat terzijde. Dit is propaganda. Propaganda, KRO en CRV. Ja, nee. En wat ook het programma suggereert, hè, ze gaan op zoek ook naar de complotdenkers, de complottheorieën, de feitelijke onjuistheden. Dus een hele wiswas aan veronderstellingen dat je al gaat zitten. Nou, dit is niet goed. Dit is allemaal niet goed. Nee, dus toen kwam het programma. De dag daarna een artikel in het NRC gelijk. Ja. Allemaal gesynchroniseerd. Mm. Hij werd helemaal afgemaakt. Nou ja. Hij had zelf een tweet gezet dat er een karaktermoord aankwam. Ja. Hij heeft ook vanochtend, zag ik, heel verhaal geschreven. Nou, erg lang, ja. Ja, dat is wel een beetje, vind ik, een beetje een mindere kwaliteit van Maurice. Omdat hij wel alles tot in den treuren, tot in detail wil uitleggen. Dat hoeft niet. Je kan het ook, vind ik, een beetje op de grote lijn houden. Maar zo zit de man in elkaar. Maar, zo is hij. Maar wat ze deden, dus ik dacht, ik ga gewoon kijken... Mm. En ik zat met mijn rechteroog naar Ajax te kijken, zonder geluid. Ik ook. Ja. Dus Ajax zonder geluid, dat werd 3-1. Ja, ja, maar in die 1-1 liep ik gewoon naar buiten, hoor. Ik denk, ik ga niet meer kijken. Maar toen werd het gelukkig 2-1 en 3-1. Toen kwam Brobbie erin, hè? Ja, ze zijn nog steeds niet met hem... het is nog steeds niet rond, hè, met die Brobbie. Die Raiola, die is een tafkoekje, hoor. Ja. Maar ik denk... Maar is het. Ja. Dus ik heb gekeken naar het hele verhaal en toen dacht ik, nou ja, als je dus Maurice de Hond niet kent, ja, dus je zit gewoon thuis op de bank en je zit naar dit verhaal te kijken en dan wordt de Deventer moordzaak wordt er nog even bijgehaald, daar gaan we het niet over hebben. Dat is een ongelofelijke complexe zaak. Daar vindt Peter R. de Vries, om hem nog een keer erbij te halen, die zit heel erg ook in het kamp van de hond. Heel complex, heel complex. Mm. Hij is daarover veroordeeld. Maar wij weten allebei heel goed gelijk hebben
en gelijk krijgen. Dat is een heel moeilijk verhaal in het leven. Zeker. Dan wordt er ook nog even het laatste woord. Ja, er wordt ook nog even de iPad-school bijgehaald. Nou, ja. Dus ja, wat ze gedaan hebben. Dat hij daar zijn zak opvult. Ja, nee, het was een klassieker. Het was een klassieker. Ja. En wat vinden wij een klassieker? Dat mensen die zo lang al bezig zijn in de samenleving, die maken ook fouten. Die doen ook wel eens dingen die niet goed zijn. Ik bedoel, als we dit gaan doen over onze politici, dan zijn we tot ongeveer december bezig. Maar voor mij is het een andere klassieker, Yves. En die wil ik er even tussendoor ingooien. Het is voor mij de journalistieke klassieker. Er zitten dus een paar van die grachtengordelgastjes. Allemaal grachtengordelgastjes. Importgootse grachtengordelgastjes. Andreas Kouwenhoven van de NRC. Sander Blauw van de Correspondent. En die zitten met z'n allen aan tafel. Die bedenken een eindverhaal. En die boetseren daar een heel verhaal omheen. Ja. Dat hebben ze met mij ook gedaan. Ja, klopt. Alleen, ze kregen nul op een request. Want aan het einde van de rit zijn rechter, meneer de Vlieger, wat doet u hier? Maar dat hebben ze met mij ook precies. Ze gingen allemaal boetseren en allemaal dingen erbij halen. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Alles wat je goed doet, bestaat niet. Nee. En die paar dingen waarvan zij vinden, die ze vinden, die boetseren ze in een verhaal. En het einde van de rit ziet de kijker of leest de lezer en die heeft dezelfde conclusie als hen. Hij deugt niet. Hij deugt niet, dat precies. Dat is voor mij het klassieke verhaal. Dat is het gemene, slangachtige gebeuren van deze groep mensen. Ja, met die rollende R. Ja, met het R'tje en dan nemen ze zo. Ja, en door Marieke Hond heeft met de Deventer moordzaak. Waar zit ik naar te luisteren? Ga door. Ja, maar het is. Kijk, ik heb het ook een keer gehad. Hè? Dus ik weet nog dat ik toen bij jou in die YouTube-uitzending zat van Weltschmerd. En toen zei je ook, ja Yves, jongen, het lijkt me of jij je hele leven alleen maar dingen fout hebt gedaan. Weet je dat nog. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja. Maar dat is wat ik bedoel met een klassieker. Er wordt op een gegeven moment blijkbaar gesproken, we gaan de hond, die gaan we gewoon wegzetten. Die gaan we dissen, hè? Even een jongere term. We gaan hem slopen en we gaan hem gewoon wegzetten als een wappie, als een gek die niks kan. Ja. Nou. En het RIVM gingen ze ophemelen, hè? Want het RIVM had op alles gelijk. Terwijl het RIVM in februari zei dat de ziekte niet zo besmettelijk was van mens tot mens. Niks over gehoord van ze. Nee, maar het RIVM, dat is natuurlijk een fantastische organisatie. Die hebben het altijd goed, weet je, de mondkapjes. Dat is fantastisch. Dat hebben ze hartstikke goed gezien. Het ging niet over mens op mens. Het Britse virus is weer. Slaven van de macht. NPO, allemaal slaven van de macht. Ga door. Ja. Maar goed, dus wat gebeurt er dan? Dus ik zit daarna te kijken. En ik heb de hele uitzending gewoon rustig om in laten werken. Nou, toen dacht ik, klassieke karaktermoord. Er zat één dingetje wat bij niet lekker zat. Dat was was een gedeelte over een donatieknop. Ja, eens. Ja, toen dacht ik, als mensen het willen steunen, dan wil je niet het idee hebben dat je dan zeg maar de huishouding van Maurice steunt. Ja. Maar we hebben het hier wel over een man die al ruim over zijn pensioen heen is. Het is ook nog eens een man die zijn zoon heeft verloren. Ja. En het is een man die, als je hem niet kent, dan denk je, wie is die man? Beetje norsig. Beetje norsig, wil graag zijn punt maken. Nou, daar kan je alles van vinden. Maar de kernvraag is, deugt deze man? Nou, iedereen die hem kent in zijn omgeving, die weet, hij deugt. Hij woont gewoon keurig in gewoon een normaal huis. Het is een nette man. Het is niet een man die aan de ene kant allerlei gaat hengelen en dat voor zichzelf doet. Hij wil heel graag laten zien, dat is nou eenmaal zijn drive, dat er ook andere manieren zijn om uit een crisis te komen. En hij heeft een diepe, diepe, diep gewortelde interesse in hoe feiten worden gebracht. Nou, dus waar begon het? Is hij rijk? Nee, gewoon. Nee, niks. Gewoon. Was hij in Amsterdam? In een huurhuis, geloof ik zelfs. Okay. Maar ik vind dat eigenlijk nog niet eens interessant. Dat vind ik namelijk de gemene discussie. Hè? De vraag is, en dat is de suggestie die wel degelijk is gewekt door die jonge gasten. En prima, ik vind het juist leuk als jongere mensen zich erin verdiepen. Maar doe het dan wel degelijk. En breng het hele verhaal. Eerlijk. En volledig. Hè? En dan wekken ze dus de suggestie. Ja, hij wil niet reageren. Hij heeft letterlijk gezegd, ik wil wel reageren. Alleen in een live programma. Want dan kan je niet knippen.
Want dit is een programma waarin je kan knippen. Dan haal je één zin eruit. En wij weten dat ook. Ik heb het zelf al 1000 keer meegemaakt. Dan heb je een heel interview. En dan halen ze één zin eruit. En dat is dan de context. Dus dat is een heel gevaarlijk iets. Nou, dus ik kijk ernaar. Nou, het eerste wat ik deed, ik belde even met Won. Dus ik zeg tegen Won, er werd in die uitzending werd er gesuggereerd dat Maurice de Hond de naam Smart Exit gestolen zou hebben. Waarop Won zegt, joh, Yves, we hadden al in het begin van de crisis in maart hadden we met de horeca een smart exit platform opgericht. Een soort stichting, omdat wij ook tot de conclusie kwamen dat als we zo doorgaan, we er niet slim uitkomen. En die naam smart exit, die had de hond gebruikt. Want wat was er gebeurd? Ik moet even de hele context goed uitleggen. Klaas Hummel, die had een stuk geschreven op QuoteNet. Nou, dat was het best gelezen artikel van QuoteNet. Ja. In 2020. Ja. Dus 2 miljoen keer bekeken, heb ik begrepen. En wat wat Hummel eigenlijk zei, je kan ook op een slimme manier uit deze crisis komen. Dus hij is ook gewoon een betrokken ondernemer. Hij heeft ook veel belangen. Dus dat mag hij best roepen. Nou, dat werd heel veel gedoe. En dat was vastgoed miljonair, wat moet je gasten? En hij wil dat de oude mensen doodgaan. Maar die man die geeft gewoon een mening. Nee. Dat hij denkt dat het ook op een andere manier kan. Nou, het was gewoon een heel goed stuk. Het was een uitstekend stuk. Ik vond vervolgens ging je zitten bij Op 1. Ik vond hem daar niet heel sterk. Weet je, dat kwam er niet helemaal lekker uit. Zijn ervaring. Ja, hij werd ook een beetje aangevallen. En tv is kort en snel. Nou, en vervolgens heeft de hond gebeld met Hummel. En toen heeft hij gezegd, luister, ik wil een website gaan beginnen. Ik wil een tegengeluid laten horen. En Hummel was gecharmeerd van dit verhaal. En Hummel heeft toen een financiële bijdrage gegeven en toegezegd en ook betaald aan Maurice de Hond om dit initiatief tot stand te laten komen. En wat hoor je dan gisteren in die uitzending? Van 100.000 euro. Van 100.000, dus je hoort dat zo. En de kijker krijgt dan de indruk, zo, nou, hij heeft 100.000 euro gekregen. Ja. Ja. Van een vastgoedbaas. Een hele rijke vastgoedbaas. Een rijke vastgoedbaas. En daar loopt hij zijn zakken mee te vullen. Dus ik had ook een appje gestuurd aan Klaas met 3 vragen. En ik had dus aan Klaas gevraagd. Klaas Hummel. Ik zeg, joh. Hier, ik zat even voorlezen. Ik zeg, hi Klaas, leuk. Net even gekeken naar de uitzending over de hond, waarin jij bevestigt 100.000 euro te hebben gedoneerd. Morgen bespreken Erik de Vlieger en ik de uitzending in onze podcast. Ik heb 3 vraagjes. 1. Wat was de reden van de donatie? 2. Ben je nog betrokken? 3. Ben je tevreden over de samenwerking? Zou fijn zijn als je wil reageren. Goed, Yves. En toen? Duurde een uur. Ja, dus hij stuurt als reactie: succes met de podcast. Goed aan Erik. Goed, Klaas. Dus hij dacht natuurlijk dat je hem wilde grillen. Ja, dat leek dat die indruk die had hij blijkbaar. Dus ik stuur terug. Ja. Nou, haha, Klaas, we gaan je op deze manier citeren. Ja. En toen dacht Klaas natuurlijk: ja, nee, wacht eens even. Nee, wacht even, ja. Inhoudelijk. En toen reageerde hij heel keurig. Heel inhoudelijk. Het is natuurlijk een hele. Ik ben zo benieuwd, Yves. Ik ben zo benieuwd. Ja, heel intelligente man. En hij gaat uitleggen ook wat zijn motief is. Ik heb de uitzending gezien. Ik hoop dat je constateert dat de op zich nuttige bijdrage van de hond aan het coronadebat wordt gekleineerd door journalisten. Door hem te brandmerken met onderwerpen uit het verleden waar hij ongelijk had. Of zijn door hem geclaimd gelijk nooit is bewezen. Onderwerpen die helemaal niets met corona te maken hebben. Ze worden aangehaald om zijn statuur te kleineren. Vervolgens wordt gesteld dat hij wetenschappelijk niet deskundig is. En zeggen mensen waar nog nooit iemand van gehoord heeft dat hij mogelijk niet deugt en niet wetenschappelijk handelt. Maurice heeft een overtuiging over aerosolen die veel volgers kent, ook bij het Duitse RIVM. Maurice mag zijn visie uitdragen, want er zijn veel wetenschappers die het wel met hem eens zijn. En er zijn ook veel wetenschappers die het niet met hem eens zijn. Ja, vele wetenschappers en ook politici maken ook zelf gebruik van sponsoring. Nou, en dan. Mooi antwoord, zeg. Wat een mooi antwoord. Ja, keurig. Dit was allemaal om 12. Ja, dus wij zitten zo heen en weer. Dus ik heb hem ook aangegeven. Ik zeg, joh, ik heb de uitzending bekeken. Ik heb het idee dat jij
dat jij denkt dat we hem willen framen. Dat is helemaal niet zo. Maar ik wil wel graag. Ja, nee, maar ik wil wel graag een antwoord van jou, Klaas. Ja. Over dat geld. Nou, en zo hebben we nog een tijdje door zitten appen. Nou, toen zeg ik, laten we even bellen. Toen was het al heel laat. Daardoor heb ik maar. Daardoor heb ik maar een paar uurtjes geslapen vannacht. Ja, ja. Oh, ik ben... Die podcast van ons, die kost je gezondheid. Ja, ik ben zo moe. Ik ben echt nu zo moe. Beterbed uit Uden. Ja. Daar kunt u lekker slapen. Ja, heel goed. Hey, maar toen zeg ik tegen hem, die Tom. En toen zegt hij, Yves, Maurice heeft het fantastisch gedaan. Hij heeft het keurig onderbouwd. We hebben een enorme advertentiecampagne georganiseerd. En ik heb daar keurig facturen van ontvangen. Verslag, rapportage. Waarom staat dat? Dat is een heel belangrijk gegeven namelijk. Waarom komt dat niet in die uitzending? Nee. Dat is heel vals. Want dat was ook mijn vraag. Heel vals. Ja. En toen ze brengen het gewoon alsof een vastgoedbaas even een tonnetje aan moet. En dat hij zijn zakken daarmee loopt te vullen. Het is gemeen, hè? Gemeen, hè? Ja, echt gemeen, jongen. En toen vroeg ik ook, wat was je motief? Ik zeg, ik denk dat je motief gewoon was dat je je zorgen maakte en dat je het gewoon ook prettig vond als er een ander geluid is, dat er een andere discussie ontstaat. En dat het niet eens een kwestie is van wie heeft er gelijk, want daar gaat het helemaal niet om. Maar dat er ook andere ontsnappingsroutes zijn om uit de crisis te komen. En Klaas zegt, precies, dat is gewoon de enige reden waarom ik hem heb gesteund. En hij sprak alleen maar lof over zijn inzet. Dag en nacht is die de hond bezig. Hè? Dus wat gebeurt er? Ik had ook hetzelfde appje met wat andere vragen. Had ik aan Maurice gestuurd. Nou, kreeg ik vannacht, moet je hem nagaan, hè? Die man die werkelijk waar zo wordt aangetast in zijn eer, maar ook in zijn professionaliteit. Ja, ja. En ook gewoon in zijn intenties. Die heeft mij door een paar kinderen. Ja, echt. Om vanaf 2:57 tot 3:36 allemaal uitleg gegeven. Ja, maar... Oh ja? Ja. En zo netjes. Ja, en zo netjes ook. Heeft hij precies uitgelegd hoeveel FTE'ers die heeft aangenomen. Hoeveel ZZP'ers. Wat de kosten zijn van de website die gebouwd is. De enorme traffic die er is. Dat hij een oude stichting gewoon heeft waar hij zelf over gaat. Maar dat het handiger was om die donatieknop vanwege snelheid even op zijn naam te zetten. Dat geld stort hij vervolgens door. Jonge man, moet hij zich daar echt voor verantwoorden? Kijk, het is... Ik zit op dat Twitter te kijken en dan kom je bij de hashtag dit is propaganda. En dan zie je horden met mensen echt zeggen van... zo'n vastgoedmiljonair die hond eventjes wat toestopt. Ja. En die gasten die dat programma maken, die weten dat. Ja. Die weten dat precies. Weet je waarom? Omdat zij dat ook zo voelen. Omdat ze niet verder gaan denken, gaan doen. Maar ik heb de verklaring vanochtend van Maurice de Hond gelezen. Ja. En het blijkt dus dat hij, want wie ook in het kamp zit van dit programma, is Andreas Kouwenhoven van de NRC. Hmm. Daar heb ik ook wel eens mot mee gehad. Want die heeft over mij ook wel eens meest maffe dingen geschreven uit het niets. Maffe shit. Maakt ook niet uit. En die heeft 3 maanden geleden een interview met Maurice de Hond afgenomen. Heel positief interview, heel positief. En dat hebben ze niet gepubliceerd. En toen kreeg hij, dacht ik, 4 uur voor de deadline. Ja, kreeg hij opeens na 3 maanden artikel of hij het even wilde controleren. Ja, en dan binnen 4 uur reageren. En dan moet je dan heel snel reageren. Hè. Dat doen ze dus heel gluiperig, niet een dag ervoor. Dan kom je in tijdsnood. Je hebt een bedrijf of je hebt een afspraak. Je moet zeggen, ja, wacht even, ik moet mijn kinderen ophalen. Nee, dat kan niet. We hebben een deadline. Dat doen ze dus niet de dag ervoor. Ja, want dan op een of andere reden, want dan gaat het misschien lekken of weet ik veel wat. En dan zetten ze het onderwerp zo zwaar onder druk. Dat is gewoon kwaadaardige shit, Yves. Dat zijn kwaadaardige mensen. Ik zeg wel eens, dat zijn slechte mensen. Nou, die horen daar ook bij. Ja. En het erge is dat ze denken dat ze goed doen. Hmm. Ze denken echt dat ze goed doen. Dat is het gevaar. Kijk, Klaas Hummel, dat is een fantastische ondernemer. Ja, die is genereus. Ja, die verdient veel geld. Die geeft zelf veel geld ook een keer meegemaakt op een gala. Weet je, hij hield zijn hand net zo lang omhoog. Totdat iedereen niet meer tegenop kon. Dat nee, maar dat is een beetje macho gedrag. Ja, hij is een beetje macho gedrag. Maar hij stort wel. Dat deed hij vroeger. Maar dat deed vroeger ook wel eens. Ja. Dat maakt niet uit. Maar kijk, Klaas Hummel heeft 100.000 euro overgemaakt. Dat doet hij niet zomaar. Ja? Die heeft er echt over nagedacht. Omdat hij van overtuigd was dat wat Maurice de Hond deed goed was voor de maatschappij. Daarom heeft hij ook die column geschreven. Het is ook leuk dat zo'n column veel bekeken wordt. Klaas is ook ijdel. Dat mag.
Dat is ook helemaal niet zo erg. Maar het bewust karakteriseren van die 100.000 euro naar een vastgoedmiljonair die Maurice de Hond sponsort, is gewoon kwaadaardig iets. Ja, klopt. Dat is naar. En weet je, ik ga gaan ze zich maar afvragen, die drie hoofdredacteuren bij Jinek. Ja, de journalistiek wordt zo aangepakt en zo. Maar juist daarom. De journalistiek van die groep, die verwijdert juist van het volk. Ja, dat is hetzelfde als die burgemeester van Eindhoven. Ja, die komt niet in mijn kennissenkring voor. Ja, ja. Ik heb vanochtend een discussie met Sanne Blauw gehad, ook de programmamaakster. Ja, en dan reageert ze. Ik kom in een discussie, reageert ze niet op mij, maar wel op iemand anders. Ja. Ja? Wat is ze er bang voor? Omdat ik er ook in een paar tweets met de grond gelijk maak. Ja. Ja? En dan zei ze, dan denk ik, oh, daar ga ik maar niet op reageren. Dat is eng. Nee, het is oprecht eng. Kijk, weet je, wij blijven buiten discussie of aerosolen wel of niet van belang zijn. Weet je, daar heb ik helemaal geen kennis van. Maar waar ik echt moeite mee heb, en ik vraag me dan ook echt af, en ik vraag het eigenlijk ook gewoon aan de makers van dit programma. Krijgen jullie informatie ingefluisterd? Wat is het motief om een gerespecteerde onderzoeksman... Zal ik je vertellen? Met een enorme staat van dienst, om die even neer te zetten als een soort... Ja, dat zal ik je vertellen. Zelfverrijker. Want dat is wat het beeld wat erachter blijft. En dat is heel gemeen. Dat is heel laag. Dat zal ik je uitleggen. Ja, kijk. Vooral de NRC en een stuk van Nieuwsuur. Joost Oranje is hoofdredacteur van Nieuwsuur, ex-NRC. En dit soort kinderen van de NPO, die zijn doordat ze... Dat zijn eigenlijk een verlenging van De macht. Dat weten ze niet, dat hebben ze zelf niet meer door. Dus nu is er een situatie ontstaan waar iedereen een beetje bang is. Dan gaan de politici leunen op de wetenschappers van de RIVM en de OMT. En dan is dat ook voor hun de beste manier om door deze crisis te komen. En dan gaan ze alles wat daar van afwijkt, voelen ze de morele plicht om dat neer te sabelen. Hmm. Dat zit in hun DNA. Ja, en dat is lekker veilig, hè, met hun eigen groepje. En dan denken ze, oh, we hebben toch een heel mooie journalistiek gedaan. Je behoudt je baan, ze kunnen weer doorgroeien naar een ander programma. Dus het nakakelen van de zittende macht, en zeker in deze crisis, want ze zijn allemaal bang, iedereen is bang, weet je, bang, is een automatisme van hen, waardoor ze net doen of ze kritisch zijn, maar ze zijn alleen maar kritisch op alles wat... op die kikkertjes die buiten de pan springen. Maar Erik, ik heb een Twitter-vraagje. Oh. Wat waren de productiekosten van dit programma? Dat is staatsgeld. Dat is het geld van de Nederlandse... Nee, ik weet dat ook, maar misschien kunnen ze zelf dat even... Misschien moet je dat even vragen aan Sanne Blauw. Wat was het productiebudget? Dat is een vraag van aan al onze twitteraars. Hoe hoog? Dat is staatsgeld. Dat is geld van de belastingbetaler. Ja. Zo simpel is het namelijk. NPO 3. Ja. Ja. Wat was de bedoeling om dit geld uit te geven? En dan heb ik nog een vraag. Ja, maar Erik. Ja, we formuleren de vraag even. Beste luisteraars die op Twitter zitten. Kunt u aan Sanne Blauw en de KRO-NCRV... goed intrekken met apenstaartje... vragen wat de productiekosten voor de belastingbetalers waren van dit programma. Juist. Dank jullie wel. Heel goed. Want, had je nog een vraag? Nou ja, kijk, ik moet dan denken aan... dat was begin juli. Toen was ik in Oostgeest. Ik was niet op bezoek bij Jaap van Dissel trouwens. Die daar ook woont. Pand van zijn vrouw, hè? Ja, ik was bij de Tax Freedom Day. En dat is een dag dat, zeg maar, dat is een symbolische dag. Want tot die dag werken we altijd voor de belastingdiensten. Daarna mag je een beetje centjes zelf verdienen. En er was een spreker, een hoogleraar, die ook verbonden is aan het OMT. En die had een heel verhaal over de coronacrisis. En die had het ook de hele tijd over die ene man. Maar net zoals Jesse Klaver, hij noemde de man niet bij naam. Hij had het over Maurice de Hond. En waarom vond hij die man zo irritant?
omdat ze bij het OMT vinden dat ze alles fantastisch doen. Daar gaat ook onze advertentie van morgen in het FD over. Ik vond dat, ik vond dat zo... Ik zeg maar, wie bedoelt u dan? Ik bedoel dat Maurice Stolt. Gewoon niet noemen van de naam. Nee, er zit een soort... Reflex. Nee, maar er zit een soort eigen waarheid bij die mensen. Die geloven zo in dat wat zij doen, dat allemaal klopt. Ja. En alles wat andersdenkend is... Dat moet kapot, op welke manier dan ook. Ja. Hè? Weet je wat Won zei tegen mij? Want ze lieten een beeld zien dat Maurice de Hond in een praatprogramma zat. Dat was ook in die uitzending gisteren. Tegenover Ab Osterhuis. Dan denk ik, Won zei... En ze hebben het over een ton, maar die tegenover hem zit, gaat over miljoenen. Ik verdien niet aan medicijnen en vaccinaties. Ja, mooi. Ik heb een tweet gegeven vanochtend. Ik kon het niet weerstaan. Ik zal hem even voorlezen. Ja. Dat vind ik zo leuk. Binnenkort, en dat heb ik ze allemaal ingetekst, Sanne Blauw, de correspondent en de KRO-NCRV... over de 5,6 miljoen die oma Ab Osterhaus netto pakte. Maar die 100.000 euro aan Maurice de Hond, van een partner... was gisteren in Dit is in Propaganda veel belangrijker. Ja. Hey Yves, zullen we doorgaan? Ja, nou nee, ik wil nog... Marion Koopmans. Ja, die is in China, hè? Maar één seconde nog. Ik wil nog één dingetje, want dat hoort bij dit onderwerp. Gisteren, dat heb jij niet gezien... was er een heel boeiend debat bij Jinek... met Hans Nijenhuis, hoofdredacteur AD... Pieter Klok, hoofdredacteur Volkskrant... en Paul Jansen, hoofdredacteur Telegraaf. En dat ging over dat journalisten worden bedreigd... maar ook dat steeds minder mensen geloven in de media. Ja. En dat was een mooi debat, vond ik. Ik vond Paul Jansen sterk. Ik vond Pieter Klok een beetje belerend doen over... die heeft ook wel eens klachten. Ja, vindt het wel grappige mensen, zei hij zo. En het zijn een beetje hippies. En dan ga ik toch met ze praten. En ook zit ook een hongerstaak. Ja, maar echt dat hij het over zijn onderdaan heeft. Dat vond ik jammer. Je moet zijn redactionele stuk hierover lezen. Dat staat ook op social media. Ja. Dat moet je even lezen. Maar waar het om gaat, en dat is denk ik de boodschap waarom we dit bespreken. Natuurlijk... raken mensen geïrriteerd en verliezen ze het vertrouwen in de media... als die berichtgeving enerzijds zo eenzijdig is en zo heigerig. En dat is het kaltstellen van andersdenkenden. Dat neigt gewoon naar staatspropaganda. En wij zeggen niet dat dat zo is, maar het is niet goed... het is niet goed dat mensen die anders denken... meteen een framesticker op hun rug krijgen... en dat er zelfs gewoon karaktermoord wordt gepleegd. En dat is waar wij zelf allebei grote problemen mee hebben, toch? Amen, ik ben het helemaal met je eens. Amen. Even terugkomen op het hoofdredactionele artikel van Pieter Klok... hoofdredacteur van de Volkskrant hierover, heb ik goed gelezen. En wat ze doen ze meestal... over de berichtgeving, wat je nou wel en wat je niet moet berichtgeven. En dan gaan ze... En dat doen ze altijd. Ja, maar het is onze verantwoordelijkheid. Ja. Wat bedoel je, jullie verantwoordelijkheid? Nee, de media moet gewoon... Nieuws. Ik hoef ook geen meningen. Nieuws is nieuws. Meningen zijn voor in de columns. Ja, het is... Ja. Meningen zijn precies. Meningen zijn voor in de columns. Ja. Juist, precies. En dat gaan ze dan allemaal zeggen. Ja, dat hadden we dan wel, dat hadden we dan niet. We waren wat te hard over dit en we hadden we dit. Krijg je allemaal van die verklaringen. En wat ze eigenlijk doen, is een verklaring... zoeken, een wetenschappelijk journalistieke verklaring zoeken... om maar die middellijn te volgen van het RIVM en van de overheid. En als ik hier een minister uit de pot springt, dan gaan ze er slecht over schrijven. Ja. Ja? Hey, goed, Erik, we weten ook allemaal, dat Rut... Ja, één seconde, want we gaan nog lekker door. Maar ik neem even ondertussen, misschien dat je ook even naar je ijs... Ik neem even een mini-brownie van Sondi uit België. Dat is een mooi nieuw merk. Oh. Ik heb even wat energie nodig. Dus heerlijk in een klein pakje. Uit België. Ja, van het merk Sondi. Hoe heet dat? Een Sondi. Een mini brownie met extra chocoladestukjes. Ik denk dat het Unilever is, Yves. Oh, dat weet ik niet. Lekker. Ja. Zo. Het is wel moeilijk verpakt. Ja, dat klopt. Oké. Marion Koopmans. Ja, Marion Koopmans is 2 weken in quarantaine gezeten. En ze mag nu in de bus. Ze gaan nu op zoek naar de vleermuizen. Wat gaat er gebeuren? Ja, ik heb één ding. Ik heb één ding.
Ik ben één ding gaan doen. Even voor de luisteraar. Marionne Koopman is meegegaan met een delegatie naar China. Om te kijken waar de oorsprong ligt van het ontstaan van het Wuhan-virus. Ja? Nou, dus die komen met z'n allen in China. Die worden allemaal naar een mooie hotelkamer. Het zou best een dure hotelkamer zijn. Dat mag als je 2 weken binnen mag zitten. Vind ik niet erg. Wij betalen toch. Speelt geen rol. En die moest dus 2 weken in quarantaine. En tijdens die quarantaine ben ik op haar Twitter-account ben ik echt gaan kijken. Ja? En het is zo mooi. Dit is zo mooi, Yves. En er is die tweet, ik kwam helemaal niet. Dat is een tweet van ene Martin de Schrijver. Ja? En die gaf een tweet aan Marion Koopmans. En ik weet niet wie dat verder is. Daar heb ik geen mening over. En die man, die Martin de Schrijver, die zegt in die tweet: Marion, ja, vergeet niet elke morgen aan de Chinezen te vragen of ze al gegeten hebben. Dat is een standaard vriendelijkheid in China, waar je zeker sympathie mee scoort. Ja, nee, let op, dat komt. Je kunt het vragen aan ze of dit inderdaad klopt. Nou, let op, Yves. Deze tweet, die geeft die man aan Marion Koopmans. Ja? Wat doet Marion Koopmans? Ja, wat doet... Die geeft geen antwoord, maar die retweet die tweet. Ik kijk of ze een antwoord geven. Maar nou, Martin, dankjewel voor de tip. Ja, nee. Die retweet, die achterlijke tweet van die gozer, dat zij aan Chinezen moeten vragen of ze lekker ontbeten hebben. Of ze al gegeten hebben. Het staat er letterlijk. Dat is een standaard vriendelijkheid in China. Nou, ik kom mijn hele leven al in China. In de tijd dat het nog allemaal communisten waren. Echt 30 jaar, 35 jaar geleden. Was een grote pak ellende. Ik heb nog nooit aan een Chinees moeten vragen of ze al gegeten hebben. Meneer, weet je, hoe gaat het? Mooi weer. Nee, heeft u al gegeten? Ja, het is... Maar, en dan gaat ze dat niet weten. Nee, maar het, het zijn gewoon schoolreisjes, joh. Het is ook weer op kosten van de staat. Weet je, ik weet nog, ik heb ooit in Shanghai had ik een grote beurzen georganiseerd. En toen had ik de eer om een keer op een avond op een groot feest. Zoals dat zat ik naast de burgemeester van Shanghai. En dat is echt, Erik, groot, hè? Is dat, is, ja, die heb ik ook ontmoet, hè, Yves? Die heb ik ontmoet. Maar die ging spugen. Ja, dus ik zeg, wat is die gozer aan het doen? Ja, je moet spugen, dat is respect. Dus ik ook maar spugen en zo. Nou, was en zijn neus ophalen zo. Ja, precies. En er was nog geen corona, dus we spuugden gewoon vrolijk mee. Ja, dat zijn allemaal van die rituelen. Net zoals in Japan, dat als je een visitekaartje in je handen krijgt, dan moet je hem even vasthouden met twee handen. En dan kijk je naar het kaartje en dan buig je zo. Ja. Prima. Ja. Maar wij weten... Erik, even korte prognose. Wat wordt het resultaat van het bezoek van Marion Koopmans? Dan zit ze over 2 weken weer bij Jinek of in een ander programma. En wat gaat ze dan zeggen? 80-pagina rapport met een eindconclusie. Het is goed mogelijk, maar het is ook goed mogelijk van niet. Exact. Oké, volgende punt. Ja, meneer. Paul van Riesen, nieuwe hoofdredacteur van de Quote. Ik heb hem maandag in de podcast Uitblinkers. Ik heb aan jou de vraag. Heb je één vraag voor hem? Die ga ik hem nog stellen. De vraag van de vlieger. Wat wil je dat ik vraag? Ja, wat wil je dat ik vraag aan Paul van Riesen? Hoe heb je in godsnaam onder die Mongool van Sander Schimmelpennen kunnen werken? In de kantoor. Oké. Hoe kan zo'n gemaakt links... mannetje. Wacht even. Hoe heb je in godsnaam... In godsgodes naam? Onder die Mongool. Mongool van een Sander Schimmelpennink kunnen werken. Oké, nou, ik ga dat iets anders zeggen, maar... Maar je moet er wel bij schrijven. Ik heb met Paul van Riesen uitstekende ervaringen. Dat is echt belangrijk dat je dat tegen hem zegt. Mm. Ik heb een aantal keren met hem te maken gehad. Dat heeft hij integer en netjes gedaan. Hoor, wederhoor. Fantastisch. Ik kwam met alles zijn woord na. Ik heb zelfs nog een lezing gegeven... Op de Erasmus Universiteit in Rotterdam, gezamenlijk met hem. Hmm. Dat was ontzettend leuk. Dat nodigde hij mij vooruit, want Quote was uitgenodigd. Hij zegt, ik wil een wingman hebben. Dus ik maak natuurlijk altijd grapjes met mijn lezingen. Dat heb ik gedaan, voor niks, voor hem. Ik ben zeer gecharmeerd van Paul van Riesen. Eerlijke man. Nee, ik denk dat hij een beetje de Perry Veenstra van het FD wordt. Hè? Dus je hebt natuurlijk die hoofdredacteuren gehad...
Schimmel, Penning. We hebben, hoe heet ze die? Mirjam van der Broek. Sjoerd Verstokkum. Ja, Sjoerd. Nee, was even de juiste volgorde. Schimmel, Penning, Mirjam van der Broek, Sjoerd Verstokkum. En daarvoor was het Kelder. En ik denk dat hij meer een beetje op de achtergrond. Ik weet niet of hij heel zichtbaar zal zijn. Hele feitelijke man. Minder. Rustig, rustig. Ja. Okay. Leuke jongen. Ik ga het vragen. Hey, maar geef hem wel dat compliment in godsnaam, want dat vind ik echt. Ik vind het echt een fijne jongen. Oké, ik ga het zeggen. Volgende. De laatste peilingen. Gaan de verkiezingen nog door? Ja, de laatste peiling is natuurlijk een beetje een verlenging van wat ik verleden week heb gezegd. Kijk, die toeslagenaffaire heeft er bij de VVD gewoon niet ingehakt. Ja? Die heeft er gewoon niet ingehakt. 40 plus zetels. En gaan de verkiezingen door? Nou ja, jij vindt dat die uitgesteld moest worden. Ik zeg, dat moet je altijd door laten gaan. Mm. Maar ik denk, Yves, dat die uitgesteld gaat worden. Zeker met die gekke reactie die ik van het ministerie van Binnenlandse Zaken kreeg. Ja. Zondagavond om 9:30 over mijn bewering dat ze daar al over aan het praten waren. Dus ik denk dat de verkiezingen uitgesteld worden. Ik denk niet tot oktober. Het is in het grote belang van de linkse partijen D66 en GroenLinks, dat de verkiezingen uitgesteld worden, want die staan slecht in de peilingen. Elke keer als Sigrid Kaag, die komt als meeste politicus op televisie, zak ze in de peilingen. Dat komt, mensen vinden dat niks. En, maar ja, Rutte is natuurlijk wel de baas van Nederland. En die staat er goed voor. Dus hij zou wel gek zijn als hij de verkiezingen uit ging stellen hier. Ja. Hij zou wel gek zijn, hij staat helemaal op winst. Ja, nee, dat klopt. Alleen, kijk, de reden, ik ben natuurlijk verkiezingen forever. Alleen, volgens mij, en dat zien we gewoon iedere dag, met al die chaos van elk vraagstuk wat er ligt. We hebben even een ander probleem. En ik wil gewoon eerlijke verkiezingen. Ik wil dat iedereen gewoon naar het stemhokje kan gaan. Iedereen moet zijn stem kunnen laten horen. Ik vind ook dat bij verkiezingen, Ze willen ouderen al bij de brief laten stemmen. Ja, mevrouw Schöle Ollongren. Gevaarlijk. Ja, mevrouw Ollongren. Kijk, Erik, verkiezingen moeten eerlijk zijn. Er moet campagne gevoerd kunnen worden. Dat is eigenlijk waarom ik vind dat het moet worden uitgesteld. En ik vind ook dat er op dit moment even iets anders aan de hand is. Dat is eigenlijk mijn enige reden. En wat is het probleem? Alles wordt uitgesteld, behalve de verkiezingen. I don't get it. Kijk, er zijn een paar principes. Eén, je moet het leger nog niet inzetten. Dat vind ik een principe. En twee, je moet verkiezingen niet uitstellen. Oké. Okay. Hey, dat moet je gewoon door laten gaan. Maarten de Gruyter. Nee. Wacht één seconde. We hebben super researcher Jossie Mann. Die heeft voor ons even uitgezocht. Tot nu toe, hè, dat is sinds, even kijken, sinds 2019 tot nu. Wie geeft er het meeste geld uit op social media? Heel leuk staatje heb ik net even op mijn bureau gekregen. Je bedoelt van de politieke partijen? Ja, dus Facebook, Google, YouTube. En dan heb je twee componenten. Je hebt zeg maar de component partij. En bij sommigen is het dat de persoon zeg maar de campagnes doet. Hè? Dus bijvoorbeeld een Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Die geeft meer geld uit op Facebook dan de partij. Maar dat zal waarschijnlijk... maar misschien is het iets voor propaganda, hè, om het uit te zoeken. Ja, die zal waarschijnlijk uit dezelfde partijkas komen. Maar wie denk je dat er bovenaan staat? Ik twijfel tussen het Forum voor Democratie, D66 en PvdA. Hmm. Ik zet Forum voor Democratie op 1, D66 op 2 en PvdA op 3. Hmm. Oké. Okay. Nou, op 1... Maar dat wist ik al, want ik was bij die beruchte bijeenkomst natuurlijk op de Amerikaanse ambassade. Toen hebben ze hun gedachten laten zien, hè, waarom ze op social media de grootste zijn. Die staan op 1, die hebben... Hartstikke idee, dat zijn 10 punten voor Almerik. Ja, voor Almerik. En die hebben €404.586 uitgegeven aan Facebook en Instagram. Dat is geld. En dat valt wel mee, hè? Ik zou even vertellen waarom... Ik heb het niet in je machtelijkszak zitten nu. Ja, maar wat denk je dat bijvoorbeeld een Biden en een Trump uitgeven? Ja, nee, maar gewoon, wat denk je? Ja, wacht eventjes. Je zit nu in een trapauto met een Boeing 7. Nee, maar gewoon even... Oké, begrijp ik. Maar gewoon even ter vergelijk. €109 miljoen, PP. Ja, dat vind ik nog weinig. Maar goed, dus Forum voor de Democratie staat bovenaan. Baudet zelf, €11.926. Ik neem aan dat het ook uit hetzelfde potje komt. Op 2 de VVD. Met, echt waar? Ja, €190.849. En op 3 D66, €189.604.
Ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Ja, ik geloof het echt niet. Nee, het is echt waar. Het is allemaal... we hebben het is helemaal... gelogen. Ja, het is gelogen. Weet je waarom? Elk artikel van het Parool waar ik NRC opensla, komt die kop van Sigrid Kaag ertussen. Ja? Het is niet waar. Het zijn echt... ja, maar wacht. Jij maakt een... denkfout. Ja, je maakt één denkfout. Ik ben social niet media klaar. Zijn, hè? Ja, dit is Facebook. En ik dan heb je nog Google. En op Google, YouTube, daar staat D66 bovenaan. Die hebben tot nu toe €139.000 uitgegeven aan advertising. Ja, dus... maar ik heb zoveel ellende over D66 op Twitter uitgegooid. Dat is meer, ik kan er €500.000 van aftrekken. Maar bijvoorbeeld Code Oranje kan je zelf checken. Die hebben tot nu toe €3.050 uitgegeven op Facebook. Zo weinig? Ja, weinig, hè? En dan weet je wie helemaal niks doet? Weet je wie helemaal niks doet? De PVV? SGP? Nee, PVV. SGP, €4.652. Hij heeft Code Oranje maar €3.000 uitgegeven. Jeetje, op Facebook, ja. Ga ik hem eens eventjes over aanspreken, mijn zoon. Mijn zoon is penningmeester van die partij, hè? PVDA, 64.000. En Jesse Klaver... Niet? Ja, ik weet het. Ik kom zo op jouw zoon. En Jesse Klaver is als persoon die het meeste geld uitgeeft op Facebook. Ja, maar die leuke weetjes, toch? Ja, maar wat wou je zeggen over je zoon? Nee, niks. Daar hebben we al genoeg over gezegd. Die is lekker bezig campagne aan het voeren en gaan het zien. Ja, vastgoedbaas Maarten de Gruyt, dat vond ik even een opmerkelijk iets. Die is ook kritisch op het coronabeleid, een beetje zoals Hummel. En dan krijgt hij meteen het verwijt dat hij oproept tot geweld. Jongen. Wat is dat ik allemaal? Heb het gelezen wat hij heeft geschreven. Maar er is iets wat jij niet weet. Oké. Weet jij wat de achtergrond van Maarten de Gruyt is? Nee. Waar hij is opgeleid? Nee. Bij mij. Echt? Ja. We hebben in Kavasgoed gewerkt. Als een jongen kwam hij erin. Het is een uiterst secure, nette, geweldige, intelligente man. En die is bij ons terechtgekomen als een soort stagiaire. Een soort met van. En die heeft een hele lange tijd meegelopen. Heeft een aantal klappen van een zweep gezien. Is toen voor zichzelf begonnen. Zag je al aan die jongen. Dat zag je, dat was een kanjer. Ja, dat is echt een kanjer. En er komt een hele goede familie, nette mensen... Harde werkers. En ik vind het hartstikke leuk dat die jongen zo gigantisch gegroeid is. En hij is echt miljonair geworden. Doet prachtige dingen. Maar zijn eerste stappen, echte stappen in de modder, is bij mijn bedrijf gebeurd. Dus ik ben er ook een beetje trots op. Hij heeft een mooie school gehad. Overigens, al die mensen die bij Imke Vastgoed gewerkt hebben, al die mensen, de 7-8 sleutelmensen, die zijn allemaal daarna voor hunzelf begonnen. En die hebben allemaal een bloeiende onderneming. Mooi. Allemaal goed. Je bent een beetje... geld, allemaal. Jij bent het Ajax van de vastgoedwereld, hè? Jeugdopleiding, hè? De jeugdopleiding. Hey, EK met of zonder publiek? Zonder. Ja? Zonder. Ja. Ook niet 10.000, daar heb ik geen zin in. Gewoon zonder. Ja. Gewoon lekker voetballen, gaan we zien. Ja. En prima, geluid kunnen wij. Ze wel moeten doen, ze moeten... Kijk, die televisie, die nepgeluiden van het publiek, dat moeten ze weglaten. Ze moeten met het EK moeten ze 3... commentatoren hebben, ja, die elkaar telkens afwisselen en die ook een discussie hebben van nee, dat is helemaal geen overtreding. Ja, dat is wel een overtreding. Dat het boeiender wordt. Kijk, het commentaar van één sportreporter, nu is de bal naar hij speelt hem op links en hij ziet hem net zus en zo. Nee, 3 gasten naast elkaar. Ja, misschien ook met een blokje onder tijdens de uitzending, dat je ze ook kan zien. En die ook met elkaar tijdens de wedstrijd met elkaar in discussie gaan. Zoals wij dat met z'n tweeën zouden doen als we naar een voetbalwedstrijd kijken. Ja, jij zegt, dat is een overtreding. Ik zeg, nee, dat is helemaal geen overtreding. Kom je daar naar bij? Wat een rotbal. Ja, maar hij bedoelde het goed. Dus ik denk dat ze een beetje door de afwezigheid van het publiek, moeten ze daar iets anders op verzinnen. Meneer John de Mol. Ja, nou ja, ik denk dat er wel publiek komt, maar dat het zal verschillen per land. Oké, dat gaan we zien. Veel ratten in de rivierenbuurt. Ik las een stuk, jongen, dat is een zootje, jongen, in de rivierenbuurt in Amsterdam. De ratten lopen de winkels in. Je trapt erin, Yves. Je stuurde dat stuk en jij trapt erin. Kijk, ik ga je precies uitleggen. Oh ja. Ik woon in het centrum van Amsterdam. Ik neem even een Marlboro Light. Wat voor merk aansteker heb je? Ik word gesponsord door BIC. B-I-C. BIC. Ja. Ja, dat was vroeger een reclame. 3 BIC's bijna voor niks. Wacht met even, pennen. Ja. Dus ik maak ook even het geluidje van de BIC. Bam, zo. Oké. Waarom? Ik trap erin. Jij trapt in iets waar je niet in zou mogen trappen, lieve vriend. Kijk, wij hebben ons verbaasd over het feit dat
die donkere redactrice van, of die opeens zit, die prachtige vrouw, hoe heet ze ook alweer? Jovanka Ostiana. Ja, ja, die begon opeens op een zondagavond naast Pauw, geloof ik. En die zei, ja, toen die kinderopvang werd gesloten, zei ze, toen was opeens, werd het een onderwerp bij Opeen, dat die kinderopvang gesloten werd, want dat raakte hun zelf. Ja? Dat begrepen ze eerst niet. Ja, want ze begrijpen onderwerpen niet die het hun niet pijn doet. Hè, toeslagaffaire praten ze over, maar doet hun niet pijn. Nou, dus dat meisje, die vrouw, die zei, ja, hoe kan het nou? En dit, het werd een hele discussie, want die had zelf waarschijnlijk kinderen. En die werd geraakt daardoor. Nou, in Amsterdam, ja, in het cent Amsterdam, als je de kelder open doet, in principe, in het grachtenpand, heb je 80 centimeter water. In heel Amsterdam zitten ratten. Bij mij in mijn huis, als ik eventjes weg ben, ratten. Ratten zitten overal. In de rivierenbuurt, in Zuid, op de grachtengordel, in Oost. Overal zijn en ratten. En de meeste zitten bij de Europa Boulevard, heb ik begrepen. Ja, dat zeggen ze allemaal. Maar dat komt omdat een journalist daar woont en die heeft last van ratten en die schrijft een artikel over. Dat is precies hetzelfde als die Jovanka. Opeens raakt het ze. Ja, en krijg je daar een artikel over. Kakkerlakken, ja, kakkerlakken, die zitten in alle restaurants in het centrum van Amsterdam. Dat is een plaag, krijg je nooit weg. Ja? Als je een schot weghaalt in Amsterdam, heb je kakkerlakken. Daar zitten altijd ratten. In Amsterdam zitten altijd ratten. Okay. Maar een journalist heeft er last van en die gaat erover schrijven. Jij trapt erin. Oké, nou ja. Ben jij trouwens bang voor ratten, Erik? Ja. Ja. Ja? En muizen? Ja. Nee. Nee, Tamara, nee, die is helemaal panisch. Ik weet, wij waren ooit gewoond toen we nog begonnen, had ik een appartementje op de Beethovenstraat. En dan heb ik de hele avond ben ik bezig geweest om een muis te vangen. Dan had ik een heel parcours uitgestippeld. Het is zo moeilijk. Ja, het is heel moeilijk om zo'n muis te vangen. En toen had ik katkopers over. Ja, maar daar ben ik allergisch voor. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben nergens allergisch. Ja, alleen voor katten, heel raar. Reageer heel raar. Op kattenharen. Hoe reageer je dan? Ja, dan krijg ik het heel benauwd. Ga weg. Ja. Ja. En vreemd. Jeuk in mijn ogen en zo. Heel raar. Maar maar daar ben ik 4 uur bezig geweest. En toen had ik hem gevangen in een doos. En toen vond ik het zo lullig voor hem. Toen ben ik met die doos naar beneden gegaan. Toen heb ik hem maar losgelaten. Ik vond het lullig. Ja, kijk, dat had ik in Amsterdam ook. Dan heb je muizen vallen. En dan lig je te slapen en hoor je klak. Ja. Ja, dat is niet fijn. En het is zo'n beest, het is ook een zoogdier. Ja? En die is wordt dan gestikt. Maar weet je trouwens, een rat, hè? Als je, die vallen niet aan, hè? Maar weet je hoe hoog die kunnen springen, joh, ratten? Die kunnen gewoon uit stilstand gewoon in je keel springen. Ja, ja. Weet je waar ze bang voor zijn, ja. Ratten? Voor vuur. Voor kat. Oh, ja? Ja, moet je aanstekertje aandoen. Dus dat is de tip van Geirat voor de luisteraar. De tip van Geirat. We gaan een jingle bedenken. De tip van Geirat. Maar goed, ik ben dus met die ratten, dat rattenverhaal. Okay. Dan gaan we het maar hebben over de leeuwen. Sinds 1839, Artus. Ja, de leeuwen. 1839, toch? 1839. Ja. Oké. Okay. Ja, kijk, weet je, Yves. Wat vind je daarvan? Nou ja, kijk, weet je, het is ik, die, we hebben. Maar leg het even uit, want ik leg het niet helemaal uit. Nou ja, kijk, niet gevolgd heeft. Even voor de goede orde, even beginnen. Kijk, het was overigens een leuke discussie. Maar Artus heeft aan kosten 60.000 euro per dag. Ja? En dat is 23 miljoen per jaar. En die inkomsten, dit wat daar tegenover moet staan. Ze organiseren altijd festiviteiten, kaartverkoop. En dan is er een gat in de begroting en dat wordt bijgelegd door de overheid. Dat is een beetje het systeem van Artus. Nou, Artus is net zo belangrijk als het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest. Dat is net zo belangrijk als een aantal grote, wat mij betreft, cultuur. Artus, zeker met de botanische tuin, hè, die zijn wereldberoemd. Er komen ook wetenschappers, et cetera. Artus is een instituut wat hoort bij de geschiedenis van Nederland. Iedereen kent Artus. Hè, en de meeste kinderen ook in een straal van 50 tot 100 kilometer zijn ook met hun ouders een aantal keer in Artus geweest. Ik herinner me als klein kind dat nog. En dat was altijd leuk. Dan kwam je binnen, zag je links wat apen en dan wat beren en dan wat dit. Maar je wilde toch altijd als kind. Kijk, zo'n tijger in zo'n kooi vind ik ook niks. Nee. Ja? Maar die leeuwen, dat leeuwending, en dat was al, dat hebben ze zo gebouwd. Dat leeuwending, daar wilde je gaan staan. Hè? Je stond bij dieren te kijken, 10 minuten, 5 minuten. Olifanten natuurlijk hartstikke goed. Maar bij die leeuwen, daar kon je een uur staan. Ja, een uur.
Ja, een uur staan. Ja, en nu is er bijna niemand die dat beschermt. Je kan ook een principiële discussie hebben. Is het wel terecht dat je een prachtig roofdier in, op zo'n kleine ruimte zet? Want zo'n roofdier is natuurlijk niet gebouwd om op zo'n kleine ruimte. Die is gebouwd om in vrijheid te leven. Hè? Dat vind ik ook wel een belangrijke discussie. En toen kwam er iemand op Twitter. En dat vond ik toch wel interessant. En het was een mevrouw van de Partij van de Dieren van Amsterdam. Maar ik weet niet of ze in de raad zit. Ik weet niet, maar ze was van de Partij van de Dieren Amsterdam. En die zei, nou, die directeur van de Artis, die kwam op televisie. En die zei toen, ja, maar waarom geeft hij dan niet 100.000 euro weg van zijn 200.000 euro salaris? Ja, vond ik ook van haar. Ja. Ik wist niet dat de directeur van Artis 2 ton verdiende. Hm. Vind ik een boel geld. Rutte norm. Ja, maar Yves, kijk, ik vind het een veldslag verloren dat de leeuwen uit Artis gaan. Dat is mijn diepste. Ik heb er een diep triest gevoel bij. Net als het bekorten op het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest. Zo oud, zo mooi, zo prachtig. Waar mensen ontslagen. Dat zijn van die dingen, die grootheden, die moeten we bewaren. Die moeten we bewaren. En we hebben de veldslag verloren. Ja, en dat is heel jammer. Kijk, Femke Halsema, die geeft maar geld uit de GroenLinks aan weet ik wat ze allemaal geld uitgeven. Echt waar, niet te gedrag. Nee, maar kijk, Erik, weet je wat het... Dus. Nee, maar wat, kijk, ik vind zelf... Hè, Als je jong bent, dat is natuurlijk een hele happening om naar de dierentuin te gaan. Of het nou de zeekoe is, of het is de slang, of het is de vogelspin. Maar uiteindelijk de leeuw, oog in oog met de leeuw. Het is prachtig. Ja. En ik ben het helemaal met je eens. Leeuwen horen natuurlijk in het wild, in Afrika, in ruimte te hebben. Maar je moet ook de leeuw beschermen, weet je. We weten ook dat in dat soort landen natuurlijk beesten gewoon worden neergeschoten voor de handel. Dus, Amerikaanse jagers, hè? Veel Amerikaanse jagers. Ja, en de liefde van de verzorgers voor de dieren, die is geweldig. Ik vind zelf, ik hoop eigenlijk, hè, want die man die had een goed verhaal. Er werden ook allerlei moeilijke vragen aan hem gesteld of de PR-stunt was. Hè, waarom kunnen de leeuwen dan niet blijven? Nou heeft hij keurig uitgelegd, hè, we mogen niet open. Dus dat is ook weer iets van de crisis. Kijk, vandaag is het Artis, morgen is het Concertgebouw en volgende week is het Carré. En op een gegeven moment denken we, het maakt allemaal niet uit. Hè? Dus als we alles maar dicht houden, dan zal alles in elkaar gaan storten. Weet je? We hebben gezien dat op de voorpagina van alle kanten staat nu dat er maar liefst 487 miljard euro aan spaartegoed is in Nederland. Ja, als er niks meer wordt uitgegeven, dan stort alles in elkaar. En mensen moeten echt begrijpen dat we zijn samen de economie. Het is niet een eenzijdig verhaal. De enige vraag is, wanneer ben jij aan de beurt? Maar dat is het verhaal van Jovanka. Die had het in het begin niet door. Totdat haar kinderen niet naar school magen. Dat is een beetje die egoïstische samenleving. Ja, dat is onbegrip hoor. Ze denken niet verder. Het is geen slechtigheid. Het is meer gewoon dat wij wel... Het is een beetje dun. Nee, maar we geven wel een winstwaarschuwing. Dat een crisis, hè, als dat gaat in stappen. Dus ja, iedereen moet zich wel realiseren dat die op een gegeven moment ook aan de beurt is. Als je niet een slimme exit, om het zo maar te... noemen gaat realiseren. Lang leven de leeuwen. En ik denk, het zou mooi zijn als er een ondernemer opstaat, zoals bijvoorbeeld Naturalis, wat ik heel mooi vind. Bij Leiden is dat. Dat weet ik dat Pieter Zwart van Coolblue, die heeft een enorme fascinatie voor dinosaurussen. Die steunt dat. Daar roept hij helemaal niks over. Ik roep dat dan maar even. Misschien zijn er wat ondernemers die denken, nou, ik heb een diepe, diepe charme. Hè? Zoals Marcel Boekhoorn dat heeft met zijn oude Hans Dierenpark. Misschien zijn er wat ondernemers die het goed hebben gedaan in 2020. Steun Artis. De overheid hoeft niet alles zelf op te lossen. Erik, ik wil het even met jou hebben over de GGD. Ja. Formeel valt de GGD onder Cachao Lundgren, hè? En de leiding zitten wij bij onze grote vriend... André Rauwvoet. André niets nut Rauwvoet. Maar wat zijn ze aan het doen, jongen, daar? Wat is, dit voor een gedoe? Het zit zoveel als de baantje van Rauwvoet, waar hij heel veel geld... Gewoon even... Kijk, ik heb gehoord, de Rolodex waar ik het over had, een van mijn beste vrienden is chirurg geweest. Met een tragisch ongeluk kan hij zijn beroep niet meer uitoefenen. En die zegt tegen mij, Erik, dat die gasten bij de GGD, dat zeker in die leiding, dat zijn de meest luie mensen ter wereld.
Ja, daar heb je niks aan. Ook hij heeft natuurlijk met ze samengewerkt en met in noodgevallen dingen. Dus daar heb je helemaal niks aan. Het zijn natuurlijk mensen die in de blubber staan, die doen gewoon hun werk, krijgen een salaris, maar hij zegt voor de rest, ik kon geen boer of ba uit. Nou, het datalek, want daar ga je natuurlijk ook naartoe. Hmm. Kijk, als wij een bedrijf hebben, Yves, kijk, wij hebben een bedrijf. En wij besluiten met z'n tweeën, of jij besluit het in je bedrijf, of ik besluit in mijn bedrijf, wij gaan iets nieuws doen. Ja, we gaan iets doen. Een nieuw initiatief, een overname, een nieuw idee, een werk voor wat, zo en zo. Ga je zitten met je mensen, verantwoordelijke mensen, uitvoerende mensen. En dan ga je opschrijven, waar liggen de risico's? Ja? Waar kan het fout gaan? Hoe gaan we dat vooruit pareren? Ja. Er is dus niemand die gezegd heeft, niemand, niet die daar werkt, laag, midden, hoog. Er is niemand van de politici die er uiteindelijk verantwoordelijk zijn, Ollongren of haar ambtenaren, laag, midden, hoog, die gezegd heeft, wat doen we met de data? En zijn die data van die mensen, het zijn belangrijke data, het gaat over een heleboel belangrijke dingen. En die data zijn geld waard. Kijk, dat wordt door criminelen, ja, worden data's van mensen worden verkocht. En die komen bij callcenters, je krijgt brieven, je komt op lijsten. En er is een Audi-koper, een Renault-koper en dit. Weet je, dan word je opeens gebeld. Ik word ook wel eens opeens gebeld door een of andere kerel uit Singapore. En die wil me dan commodities verkopen, want die weet dan dat ik een ondernemer. Hoe weet hij dat? Nou, dus die data, daar wordt in gehandeld. Maar er is dus niemand die gedacht heeft, die een seconde verder heeft doorgedacht. Een seconde. En die heeft gezegd, jongens, kan die data niet gelek worden? Niemand. Ja? Totdat er iemand van de journalistiek of iemand die zegt, jongens, die data wordt gelekt. En het wordt dan een schandaal. En er komt dan een debat over. En er gebeurt er weer niks. Maar, Yves, komt weer een onderzoek. We worden bestuurd door onbeschrijfelijke prutsers. Ja, nee, maar het is gewoon incompetentie. Hè? Weet je, laten we dat gewoon maar zo benoemen. Want kijk, buiten het feit van de datalek, hè? Dus gaan we even weer terug naar de tekentafel. Wij krijgen de opdracht om die vaccinatie in Nederland te organiseren. Nou, dan gaan we gewoon toch zitten. Weet je wat ik had gedaan? Ik had alle voetbalstadions gebeld. Ik had gebeld met de Arena. Ja, die kunnen 50.000 man op één moment aan. Is helemaal perfect daar. Onbeperkt aantal zalen. Je kan er parkeren. Je kan er naar binnen. Je kan eruit. Die zijn gewend aan logistiek. Dat kan je ook doen met het stadion van Utrecht. Die is er ook voor geroutineerd. Dat kan je zelfs doen met de Kuip, het stadion van Groningen. Dat is optie 1. Tweede optie heb ik al een keer eerder aangekaart. We hebben in Nederland 1500 supermarkten, inclusief koelopslag. Dat doen ze dus nu in Engeland. Dat moet ook gewoon daar gewoon via geregeld worden. Hoe moeilijk kan het zijn om gewoon een structureel logistiek probleem, een logistieke uitdaging, te doen met bestaande infrastructuur? En dan zitten ze daar van die hokjes te timmeren met schroevendraaiers en dan krijgen we dat te zien op tv. Dat is alweer 2 maanden geleden. En we hebben het nog steeds niet voor elkaar. Ja, maar Yves, kijk. Maar Erik, ik kan er niet meer naar kijken. Dat is ook het geld van jou, het is het geld van mij, het is het geld van Artis, het is het geld van Carré, het is het geld van alles en iedereen. Het is gewoon, onwaarschijnlijk waar we naar zitten te kijken. Ja, maar ik verplicht toch alle journalisten van Nederland om naar onze podcast te luisteren. Kijk, we hebben gewoon een weken geleden al dat we zeiden, er moet iemand komen. Ja. Die logistiek. Een generaal. Op een dictatoriale manier. Ja, een generaal die logistiek los van de lijnen politiek gaat zetten. Los van de politiek. En wat zag ik tot mijn grote verbazing? Dat Nieuwsuur een gast had uitgenodigd. Die Herman van der Weijden. Ja. Ja, maar kijk, weet je, de redactie zegt, ja, misschien moeten we dat wel doen. Maar ook die komen met dit soort informatie veel te laat. We zitten al in het vaccinatie. Dus het is niet alleen die sukkels van de politiek, maar ook de bescherming van de democratie, de journalistiek, die met alles te laat is, niet door kunnen denken. Echt niet door kunnen denken. Maar ze gaan wel op Maurice de Hond af. Yves, ja, ik word er niet depressief helemaal niet. Maar het is niet te laat. Hoe ouder ik word, ik neem ze allemaal niet meer zo serieus. Nee, maar ik neem ze niet. Ik vind het kinderen. Ja, het zijn echt kinderen. En dat gelul over die besmettingscijfers. En ook, weet je wat ik ook niet begrijp? Hè? Kijk, die Gommers, prima, keurige man, dat maakt op mij een degelijke indruk. Of die Kuipers bedoel ik. En dan heb je Gommers. Maar Erik, dat zijn de mannen van de IC.
En dan vraagt ze dan even, en mogen we dan weer? Maar ze gaan over de IC. Ik wil toch even een compliment maken voor Marcel van Roosmalen. Hebben we wel eens een akkefietje mee gehad. Ja. Maar die had een fenomenale column op Radio 1. Echt schitterend. Ja, fantastisch. Ja. Echt waar. Ik zou zeggen, iedereen moet daar naar luisteren. Maar het is een onkunde. En wat ik niet begrijp, en dan kom ik toch bij Jaapie van Dissel. Die moet daar zitten. Hij is verantwoordelijk. Hij bepaalt de looplijnen van Nederland. Hij moet uitleggen wat zijn plan is. En hij moet de hele tijd bevraagd worden. Hij heeft geen plan. Hij heeft geen plan. Maar hij is degene die daar moet zitten. Kijk, we moeten alleen maar een logistiek plan hebben. Ja. Nee, maar je moet het lossen. We gaan nog één keer een oproep doen aan de politiek. Trek het los van de politiek. Maak er gewoon een logistieke proces van. Maak één iemand verantwoordelijk met crisiservaring, met logistieke ervaring. En Hugo de Jonge, alsjeblieft, bemoei je er niet meer mee. Eens of niet? Beetje eens. Ja. Nou, Hugo de Jonge, die jongen moet weg. Die moet de eer aan zichzelf houden. En weet je wat ook grappig was? Er zat een techjournalist, Daniel Verlaan. Vind ik wel een leuke jongen van RTL. Ja, heb ik gelezen, Heb ik gelezen. Die gast is goed, zeg. Heel goed. En die legde iets uit. En toen moest ik eet een stukje kaas, hoor. Sorry. Ja, nee, lekker. Nederlandse kaas? Of? Ja, Gouda. Oké, lekker. Ja. Hey, en die had dus ook allerlei vragen aan de GGD gesteld. En die legt dan uit hoe die reacties werken. Dus hij zegt optie 1, geen reactie. Optie 2, we gaan het bespreken, geen reactie. Ja, u hoort van ons. Ja. En dan optie 3, we hebben wel wat belangrijkers te doen. En toen, weet je waar ik toen aan moest denken? Aan Jaapie van Dissel. Want wij hebben Jaapie 100 keer de vraag gesteld, hoe zit het met die 6 miljoen? Van jou? Ja. Die in maart had veiliggesteld via een vermogensbeheerder. Waar wij gewoon nieuwsgierig. Ja. En we blijven daar nieuwsgierig naar. En we blijven de disclaimer roepen. Aangetekende brief gestuurd. Mails erover gestuurd. Zes keer gemaild heb ik nu onder andere naar de Universiteit van Leiden. Geen antwoord. En wat was het antwoord wat we toen uiteindelijk kregen? Er is wel wat belangrijkers aan de hand. We moeten het virus samen bestrijden. Dus het is een patroon. Het is een patroon. En dan komt Ab Osterhuis, die zit gisteren weer te vertellen. Testen klinkt hem als muziek in de oren. Testen. Wat denken wij dan, Erik? Als hij de hele tijd roept, testen. Wat denken we dan? Ik denk aandeeltjes. Hij zal wel weer ergens... Er stond vanochtend weer een heel belangrijk artikel in de FTM, Yves. Ja? Dat moet ik even voorlezen. Dat heb je gemist. 5 minuten voor deze podcast begon. Dat is... ministerie van Volksgezondheid koopt ondermaatse sneltesten en houdt betere testen buiten de deur. Slechts 5 sneltesten voor corona zijn door de overheid goedgekeurd, waaronder de fabrikant Abbott. Deze test voldoet niet aan de officiële eisen. Toch heeft het ministerie van VWS er miljoenen setjes van aangeschaft voor de GGD'er. Bovendien, daar komt hij, zonder aanbesteding. Ja, klopt. Fabrikanten met kwalitatief betere testen krijgen geen voet tussen de deur. Klopt. Dan ga ik weer allemaal denken, wie heeft daar nou weer belang in die dat goedkeuren? Maar Erik, dit hebben wij volgens mij in oktober al besproken. Dat wij te horen hadden gekregen van een hele goede vriend van mij in ieder geval. Dat was een goede vriend. nee, dat is een goede vriend. Okay. Je weet niet wie ik bedoel. Dat zal ik je zo wel even vertellen. Oké, laat zitten. Maar die had dat ook geprobeerd. En dat was via Marion Koopmans. En die heeft gewoon buiten de deur gehouden. En die testen, Erik, dat is één grote fake. Yo, ik train altijd 's ochtends heel vroeg met allemaal jongens. En een van die jongens die heeft 6 teststraten. Ja, die zegt ook tegen mij, joh, 60% is misschien goed, maar dan nog weten we het niet. Het is gewoon zakken vullen voor de laboratorium. We lachen erom. Ja, het is triest. Het is allemaal triest. Yves, luister eens eventjes. Kijk, weet je, ik zit op social media en dan heb ik... Ik ben in principe een voorstander van vaccineren. Nou, laat ik het zo zeggen. Een heleboel mensen nog steeds niet, hè? Ja? Maar Yves, als ik dat dus zeg... Ja, dan krijg je heel veel gedoe. Yves, wat ik op mijn dak krijg. Ik weet niet wat ik... Ik ben een Rome-mogol in Brazilië. Maar het is altijd van anonieme accounts. Ja. Mensen die niet zichzelf durven zijn. En dan gaan ze hem allemaal dingen sturen. YouTube-filmpjes. De dag moet 150 uur hebben om ze allemaal te bekijken. Krijg ik allemaal YouTube-filmpjes van mensen die voor een camera zitten en die het ons dan even uitleggen. Ja. Plus...
artikelen van websites waar ik er nooit van hoorde. Nee, maar kijk... En die mensen die worden boos. Ja, die worden boos. Maar weet je, ik sta daar heel simpel in. Als je het niet wil, moet je het niet doen. Als je het wel wil, doe je het wel. Punt. Zo is dat, Yves. Klaar. We gaan er helemaal niet over discussiëren. Maar je krijgt misschien wel een vaccinatiepaspoort. Hè, dat je moeilijker gaat reizen. Ja, dat vind ik een andere discussie. Dat vind ik een... Word je wel gedwongen. Ja, word je wel gedwongen. Maar, dat willen we niet. Nee, maar daar wil ik me tegen verzetten. Dat is iets anders. Ja. Dat vind ik gewoon echt... Dat vind ik walgelijk zelfs. Dus je moet mensen zelf die keuze laten geven. Maar bijvoorbeeld als je ziet in Rusland... Ja, daar wordt nu... Dat gaat allemaal, is allemaal open. En dat Sputnik-vaccin... Ja, daar zijn de mensen hartstikke enthousiast over. Je hebt ook gezien die reportage over Israël. Over Israël. Zou jij durven? Wat? Sputnik? Nee, zeker niet. Not in my body. Nee. Ga je opeens vodka drinken? Ja. Nee, ik had nog een grappig... het wordt een beetje ordinair. Dit doen we wel een andere keer. Maar als je kijkt naar Israël, hoe ze dat daar gedaan hebben... En je ziet echt dat dat werkt. Hè? Dus dat Pfizer. En dan zit zo'n wijf van het OMT. Nee, maar Erik, die vrouw van het OMT... Ja, maar het schijnt dat ze dubbel hebben betaald. Wij betalen door ons wanbeleid niet dubbel. We betalen het niet 10 keer. We betalen het niet 1000 keer geven wij te veel geld uit. Omdat we maar blijven storten. Ja. Terwijl die ondernemers, die willen helemaal geen geld. Die willen gewoon open, die willen hun werk doen. Ja. Het is gewoon een geldspugerij door desorganisatie. Dat is het verhaal. Ja, maar even Israël, Yves. Natuurlijk, Israël heeft 2,9 miljoen mensen gevaccineerd. Ja. Ja, met een speed van 250.000 per dag. Echter... Het aantal besmettingen is toch toegenomen. Nee, maar dat is. Maar dat is een andere reden. Maar je moet geen dingen door elkaar halen. Twee redenen. Ja, dat heeft te maken met de orthodoxie die daar niet in geloven. Juist. Nou, die discussie had ik dus gisteren met mensen. Ik zeg, lees nou even, dat komt door de orthodoxe joden die scheid aan hebben. Nee, en ook heel veel jongeren, hè? Heel veel jongeren zijn met me. En dan kom je. Maar die mensen geloven dus. Die zeggen, nee, dat komt door het vaccineren. Ik zeg, man, lees dit nou even. Ja, nee, maar dat mensen lees dat gewoon. Niet. En dan krijg je nog een blok ook. Ik snap die mensen. We parkeren hem. Hij komt steken nog een keer terug. We hadden ook nog voor vandaag staan Klaas Knot. Maar die gaan we lekker volgende week doen. En we gaan de Great Reset gaan we ook volgende week doen. De Manolev Award. Ja, daar komt hij. De jingle van de Manolev. Wacht even met de jingle. Je gaat nu te snel. Nee, okay. Sorry. Kijk, ik wil even aan de luisteraars zeggen. En daar hebben we hard aan gewerkt. We hebben veel over gelezen, veel over gepraat. Dat is dus de discussie van de terminologie die Rutte gebruikt... en ook Joe Biden, Build Back Better. Mm-hmm. Ja, die je dan door kan trekken naar de Great Reset. Ja. De Great Reset kan je een wappie kant op... en je kan een normale uitleg kant op. Nou, wij gaan natuurlijk proberen volgende week... ook met het gedrag van Klaas Knot... en de opmerkingen die hij heeft gedaan... om huizenbezit extra te belasten. Dat gooien we allemaal in één pannetje. En dat gaan we volgende week bespreken. Ja, nee, dat is Manolev. Dat is een uitstekende toevoeging. Want wij hebben ons er echt in verdiept. Ja. We gaan niet de wappie kant op. Vind ik trouwens ook een vervelend woord. We gaan een verbod uitvaardigen op dat woord. Dat is framen. Wappie. Wappie. Kappen daarmee. Wappie. Nou, we kunnen ook een... Nee. Oh ja, dat is wel leuk. Zo'n springballetje of zo. Of met het EK. Starterbal. Met het EK. Ja. Vastleggen, Erik. Leg het vast. Nee, maar daar gaan we het volgende week uitgebreid over hebben. Ja. De Manolev Award van deze week. Ja. Nou, ik ga zo meteen de jingle doen. Doe nu de jingle even. Nou kijk, Yves. De eerste van 2021, hè? Ja, dat weet ik. Mijn voorstel, kijk, in alle signalen, alle borden staan natuurlijk gericht op Jesse Klaver. Ja. Ja? Maar ik vind de tweet van Jesse Klaver van zo'n ongekende gemeenheid, dat ik weiger hem zelfs te vereren met de Manolev Award. De Manolev Award is een soort afzeiker. Maar ik vind de afzeiker niet groot genoeg. Dus hij krijgt hem niet. Okay. Wat mij betreft krijgt het 4 mei-comité het. Gerdy Verbeet, Nicky Sterkenburg. Door Abdelkader Benali aan te wijzen als
de spreker op 4 mei. Ja, Abdelkader Ben Ali, je weet het, ik vind het een begenade schrijver. Ik mag hem. Hij heeft iets gezegd. Hij had toch moeten gaan. Scheid aan en moeten uitleggen. Daar heb ik een hele theorie gegeven aan Joop Susan gisteren. Hij heeft het niet gedaan. Prima, hij is gestopt. Maar de domheid en de dunheid van die mensen van het 4 mei-comité, die niet eventjes hebben gekeken wat er in het verleden door Abdel Kanali gezegd is over en Israël en de Joden over een gemeenheid en tegen Oppenheimer van de cartoonist van het NRC. Dat is zeer kwalijke dingen, kwalijk slechte dingen gezegd. Dat had ook met het Jodendom te maken. Dus goed, het zij zo. Maar dat die commissie de luiheid hebben om daar niet even enig onderzoek naar te verrichten, krijgen ze voor mij, dat moet natuurlijk democratisch gebeuren, wij zijn met z'n tweeën onze democratie van de podcast, krijgen ze van mij de Mandela Award. Okay. De 4 mei-commissie. Heb je daar zo'n muntje bij je? Jezus, Mina, wacht even, die heb ik niet op gerekend. Nou, ik doe het volgende hier. Nee, maar ik heb een andere nog voor je. Nee, maar ik pleit voor iemand anders. Ja, ja, oké. Okay. Ik vind het beleid van de GGD en alles wat daarmee te maken heeft en de impact ook die deze totale wanprestatie oplevert voor die 1,5 miljoen jongeren, ja, die kinderen die nog thuis zitten. Die tienduizenden kappers, die 86.000 winkeliers, die plus 60.000 horecazaken, artists, carré, concertgebouwen, voetbalstadions. Doordat het zo'n wanbeleid is, doordat er zo niet wordt nagedacht over wat ze moeten doen, dan ga ik naar de eindverantwoordelijke, want zo denk ik altijd. En formeel valt de GGD heel simpel onder Kasia Alongren. Zij heeft wel tijd om verkiezingspraatjes te houden bij M. Ja, waar we een keer al gemeld hebben dat de vriendin van Kasia Alongren maakt M. Ja, dat vind ik al meteen dat ik denk van, hoezo? De levenspartner. Ja, de levenspartner. Ja. Zij is verantwoordelijk. Zij is eindverantwoordelijk. Ik vind het zo'n ongelooflijk zootje daar. Mijn Maandeleffenwoord is voor Kasia Alongren. Maar jij mag het zeggen. Ja. Ik ben om. Jij wint. Oké. Okay. Ja, jij wint. Eve, dan komt hij dan. De eerste Maandeleffenwoord van 2021. Kasia Alongren. Alsjeblieft. Hartstikke idee. Sander had trouwens niet gereageerd, hè, op zijn zelfreflectiespiegel. Ja. Ik heb hem nog niet op Twitter gezet, maar dat komt wel goed, joh. Okay. Hey. Kijk, we hebben Sander, voor de luisteraars, we hebben, omdat Sander eigenlijk de Maandeleffenwoord van het jaar 2020 had gewonnen, hebben we hem de hashtag zelfreflectiespiegel gestuurd. We hebben naar zijn bedrijf waar hij mee samenwerkt, hebben we een prachtige spiegel en een stift gestuurd. Daar kon hij wat opschrijven en naar zichzelf kijken, zodat hij een beetje over zichzelf kan nadenken. Waarvan akte. Hey, en dan nog even over de podcast. Thomas, die is nog hartstikke druk bezig. Met het nummer. Nou, gisteren. Heeft hij zijn huis al verkocht? Nee, dus hij zit te klooien. Maar dat is echt werkelijk. Hij heeft helemaal geen idee hoe hij zo'n huis moet verkopen. Ik zie hem dat natuurlijk moet hij ons laten doen, ja. Eve. Ja, dat heb ik hem ook gezegd. Doen. Dat gaan we ook geef voor. Het adresje. Zorg dat je het adres krijgt. Dat ga ik volgende week het adres. En hij moet gewoon de hoogste en prijs krijgen. Een week daarna heb ik het verkocht. Precies. Ja, natuurlijk. In Amsterdam is eigenlijk alles een hoge prijs. Als een huis te koop staat, duiken er 20 mensen boven. Ja, en daarom super huis. Die rente is 1,5%. Ja, maar je koopt een huis van 5 ton. Je moet 1200 euro per maand betalen. Weet je, 6 ton. Het speelt allemaal geen rol meer. Nee, die lage rente. Dus wat wij gaan doen. We zijn nog niet helemaal klaar. Dus we zijn nog bezig met het bouwen van de website. We gaan straks uitleggen wat onze strategie wordt. Hoe we dat gaan doen. We gaan wel toe naar reclamevrije strategie. We willen dat de luisteraars meedoen wie daar zin in heeft. Dus we gaan straks ook een kleine bijdrage vragen per podcast. Dus we worden een beetje achter een muur concept. Nou, als jullie het daar allemaal niet mee eens zijn, dan horen we het allemaal wel. En we gaan. Ja, kijk. Ja. Ja, ja, ja. Want wij willen ook onderzoekers hebben. Ja. Ik bedoel, dit kost me ook 20 uur per week, et cetera. Word ik niet van vergoed worden, maar ik wil wel de vaste kosten natuurlijk allemaal betaald hebben. Dus helaas gaan we misschien wel wat luisteraars kwijtraken, maar ik hoop de trouwe luisteraars. Maar je moet dat niet gek doen met 5 euro, 6 euro per keer. Twee eurotjes doen. En vinden mensen of ze kunnen 10 keer voor 17 euro, weet ik van wat. Ja, we hebben ook al leuke naampjes voor bedacht. Hè? Dus je kan straks een Ruttetje kopen, een Aschertje, een Wiebesje. Dan gaan we nog uitleggen wat het. Even zeggen, het is het duurste abonnement als je toch genaaid wil worden. Neem dan een Ruttetje. Ja. Huh? Ja. En als je het niet helemaal weet, neem je een Aschertje.
Ja, en ik moet ook een nieuwe installatie hebben hier, Yves. Hè? Dat ja, weet je wel. Heb ik gisteren voor jou. Ja, heb ik ook voor jou. iPhone, dat vind ik niks. Nee. Voor een microfoon met een koptelefoon. Nee, maar het klinkt goed vandaag. We hebben één keer zet je buiten of zo, weet ik veel wat je aan het doen is. Hey, vriend. Hebben we weer een mooie podcast gemaakt of niet? Wat denk jij? Ik kan het nooit beoordelen tijdens. Nou ja, kijk, ik vind het ook altijd moeilijk. Hè, omdat we heel veel, we schieten alle kanten op. We hebben ongelooflijk veel onderwerpen behandeld. Mm-hmm. Ik zeg altijd, de luisteraar bepaalt of het een leuke podcast was. Ik heb er in ieder geval een goed gevoel over. Ik vond het een fijn gesprek weer met jou. Lekker man. En ga je nog wat leuks doen vandaag? Ik ga aan het werk. Ik loop nog in mijn pyjama. Ik heb niet slecht geslapen. Ja, pyjama? Echt waar? Ja. Wat dan? Hoe ziet dat eruit? Ja, gewoon geen eikeltjes pyjama. Ik heb een pyjama. Er zitten dollartekens op. Die heb ik wat kerst gekregen. En welke kleur? Een t-shirt en een pyjamabroek. Een mintgroen. De mintgroene pyjamabroek. Ja, maar het logo van mijn bedrijf, Carveren Club, is ook alles. We hebben in mintgroen. Nou, niet echt heel mint. En heb je dan een t-shirtje erop? Ja, t-shirtje met Che Guevara. Hoe kom ik daar naar aan? Die zal wel van mezelf. Maar als jij slaapt, slaap jij naakt of doe je pyjama aan? Nou, ik slaap november, december, januari, half februari slaap ik met een pyjama aan. En, want ik heb geen verwarming. Dat doe ik niet hier in mijn slaapkamer. Dat vind ik verschrikkelijk. Hm. En dan voor de rest slaap ik naakt. Ja. Ik schijn heel mooi naakt te zijn in bed. Ja? Ja. Wat dan? Hoe bedoel je dat? Ja, gewoon esthetisch gezien. Het is allemaal heel mooi. Oké, leuk. Stil. Nou ja, ik weet de vorige keer. Je werd helemaal stil. Ja, de vorige keer stond je het onder de douche opeens. Ik denk, wat is gek. Ik onder de douche, weet je nog. Maar ben jij nudist? Ja, ben jij nudist? Nee. Dat je zo op die naakstranden gaat lopen. Nee, ik ben eens op een naakstrand geweest hoor. Maar ja, weet je, de meeste mensen zijn bloot niet erg mooi, weet je. Dus nee. Ja, en ik heb ook helemaal geen zin om blote mannen piemels te zien. Ik kan wel een blote vrouw kijken, maar ik heb geen moeite met naakt of zo. Ach, we zijn allemaal... Nee, ik ook niet. We komen naakt en we gaan naakt. Hey, Erik, lieve vriend, ik bedank je weer voor je mooie bijdrage. En volgende week zijn we weer, luisteraars. Ja? Okidoki. Dag luisteraars, dag Yves. Hoi, hoi. Bye bye. Fijn weekend. Bye. Dit was de Gigs van deze week. Ik hoop dat u genoten heeft. Volgende week ben ik er weer met Erik. Maandag ben ik er ook met een nieuwe uitzending van De Uitblinkers. En dan ga ik in gesprek met de nieuwe hoofdredacteur van De Quote, Paul van Riessen. Voor nu wens ik u een heel mooi weekend. En ik heb een mooi verbindend lied voor u gevonden van de nog onbekende George van de Pannen. Tot volgende week. En als ik je zou vragen, is dit wat je wilt? Die angst die ons blijft volgen als de straten zijn verstild. Het is toch zoveel mooier, zonder haat en zonder pijn. Kom dan maken we het land waarin iedereen mag zijn.